Als jij nou tegen mij zegt: sla nou eens 30 jaar plat en geef me nou eens twee dingen, nou dat kan ik je wel geven. Maar jij coacht echt grote namen in grote bedrijven. Maar niemand met wie ik werk, de top van het Nederlandse bedrijfsleven onder andere, heeft zelfvertrouwen. Als jij nooit stopt, dan kom je in die top 5 van Nederland. Want de meeste mensen stoppen. Aflevering 17 van Barberio Podcast. We hebben een kleine zomerstop gehad en uh, vanaf uh, vandaag gaan we weer elke twee weken een nieuwe podcast uploaden voor jullie luisteraars en kijkers. Top dat jullie er weer zijn. Um, ja, gasten die actief zijn uh, als coach, die in de sport actief zijn en uh, ja, bepaalde prestaties hebben neergezet, die een interessant verhaal hebben, die inspirerend is voor de kijkers en luisteraars. Vandaag heb ik ook uh, ja, iemand in de studio die ik enige tijd geleden heb ontmoet, waarvan ik al vrij snel het idee had. Die moet ik in de podcast hebben. En dat uh, gaat over Anatole Cuspetta. Welkom. Dankjewel. Iemand die 30 jaar mental coach is. Dat benoemende is eigenlijk al bijzonder genoeg om uh, ja, jou uit te nodigen. Wat een fijne klik, maar uh, ja, 30 jaar actief als mental coach. Uh, en waarom ik dat zo specifiek benoem, uh, is dat uh, mental coaching volgens mij echt, denk ik, pas de afgelopen vijf, misschien tien jaar is doorgebroken of is echt, echt is geaccepteerd door ja, iedereen. Ja. En nu is iedereen coach. Ja, nu is iedereen coach. En, <laughs> iedereen en wie coach. heeft geen coach? Ja. Ik denk ook dat dat ook wel een mooie ontwikkeling is. Maar goed, ja, kijk, jij, uh, ja, jij komt van ver. Ik heb jou natuurlijk uh, uitgebreid al gesproken uh, voorafgaand aan de podcast. Mm -hmm. En ik denk dat het ook wel leuk is om misschien een beetje op uh, reis te gaan uh, naar waar jij vandaan komt, hoe jij bent opgegroeid. Uh, voordat we naar het punt gaan waar jij uh, ja, dan al zo lang als mental coach actief bent. Uh, jij hebt de Oekraïense roots. Ja. En uh, ook Nederlands natuurlijk. Ja, Pa was Oekraïne. Ja. En ma was Nederlandse. Uh, en, en dat is in ieder geval hè, jouw, jouw achtergrond. En jij hebt op school wat dingen meegemaakt die, uh, hè, waarbij jij um, ja, meer van jezelf moest eisen om daaruit te komen. Mm -hmm. Moest uh, dealen met tegenslagen. Dat uh, op school ben je gepest. Mm -hmm. En misschien kunnen we daar dan ja, wel gelijk even met de deur in huis vallen. Maar dat is natuurlijk ook voor coaching heel belangrijk. Hoe, heb jij, of hoe ben je met tegenslagen omgegaan? En hoe ben je met die periode omgegaan? Dat was best wel moeilijk eigenlijk. Kijk, jij zei net al uh, uh, Oekraïens half. Mm -hmm. Um, en mijn vader was een politiek vluchteling. Nou, dat was op zich al heel raar dat een politiek vluchteling in die tijd in een dorpje in Noord-Brabant, Beek ging wonen. Dan ben je een soort vreemde eend in de bijt. Hij is wel via verschillende uh, steden daar gekomen, uiteindelijk uh, in Hilverenbeek. Een Nederlandse vrouw getrouwd, uit Rotterdam. Dat is ook niet Brabants. Hm. En, en toen kregen ze uh, uh, mijn zus en mij. Uh, en wij spraken, zoals wij nu spreken, ABN. En dat doe je ook niet in Hilvarenbeek. Dus ik had eigenlijk al een paar dingen waarvan uh, mensen uh, ja, toch het ons een beetje apart vonden. En uh, toen was er ook nog geen ruimte op de openbare school. Uh, die was vol. Dus toen ben ik naar een protestante school gegaan. Dus dat was nog, nogal van het uh, protestante geloof. En dat was vrij stevig op school. Nou, dat was toch wel een hele moeilijke mix. En, uh, en, en mijn vader met heel hard werken werd dokter anders, werd dokter. Met professor, hoogleraar in de economie. Um, in Hulva en Beek. Dus en dan, en dan ging je ook in de lokale politiek. Uh, uh, dus, dus er waren zoveel ingrediënten die, uh, die eigenlijk, eigenlijk ervoor zorgden... dat ik een soort outcast of zo was. En, en, dat, je, en, en dat was eigenlijk de basis waarmee waar, waar je dan gepest werd. En er kwam nog iets, iets bij. Ik heb vanaf jonge leeftijd chirurg willen worden. Omdat veel kennissen van mijn ouders chirurg waren. Ik, ik vond dat gewoon mooi, dus... Toen ik drie vier was wilde ik chirurg worden. Dus toen ik een keer mee mocht met mijn vader naar de boekenzaak, vroeg hij boekhandel, vroeg hij: 'Nou, welk boek wil je dan hebben?'. Nou, normaal kind van van een leeftijd ik was denk ik toen zes of zeven, die vraagt om een Ciscanwisker of iets anders. Toen vroeg ik om de anatomie van het menselijk lichaam. Don't ask me why uh, Tony, maar ik kreeg ik kreeg, ik kreeg het van mijn paas. Zo'n zo dik boek uh, over de anatomie uh, van het menselijk lichaam. Uh, en dat werkt niet goed als je 6 zeven bent op school, als jij met zo'n boek komt. <laughs> <laughs> dus um, heel veel ingrediënten waardoor, je, waardoor ik ja, er, er niet bij hoorde. En dus ook werd gepest. Ik werd niet dagelijks gepest, soms ook niet wekelijks, maar het was continu aanwezig. Dat gevoel van dat je, dat je, dat je anders bent. En dat was, uh, uh, zoals ik het zelf uh, zou zeggen, een, een moeilijke start. Wat het voordeel wel is uit die periode, en daar heb ik nog steeds profijt van. Is, um, uh, is dat je leert observeren? Dat is ook wel een van jouw uh, kwalificaties die je zelf graag omschrijft uh, in jouw coaching. Toch dat dat een belangrijk uh, kenmerk is? Ja, het is belangrijk, zeker als je, als je coach bent, om, uh, om jezelf even thuis te laten, zeg maar. Want voordat je het weet, vul je iets in. Hè? Kijk, als, als, mm -hmm. als, als, als je alleen een hamer hebt dan, en je ziet een spijker. Dan is elk probleem eigenlijk op te lossen met de hamer. Want dan ram je op die spijker. Dus als je begint als coach, maar ook nu als je langer coach bent, dan ben je eigenlijk best wel beperkt. Dus je ziet wat je kan zien. Dus voordat je het weet, hang je labels op mensen. Maar dat echt een goede observeren en, een, en dan te proberen om niet te concluderen wat er aan de hand zou moeten zijn of te labelen. Ja, dat helpt. En, en in die periode, zeg maar van toen, totdat ik dit vak ging doen, heeft het ook heel erg geholpen. Dat observeren, omdat je dan. Um, ja, veel kan leren. Dat heeft mij geholpen om heel veel te leren. En nog steeds ook het inzicht nu te hebben dat je eigenlijk niets weet. Ja, dus, dat is dus uh, nou gewoon. Weet, ja, ja. ja, ja, weet, ja, ja weet, nog weet. erger hoe meer je weet, hoe minder je ja. weet. Ja. Dus het was, een, ja, het was een rough start, zeg maar. Maar het heeft me wel iets heel moois gegeven. En dat is dus uh, het observatievermogen. Eigenlijk. En dat is uh, de reden dat ik ook uh, ja, vaak met mensen het persoonlijke stukje benoem. Uh -huh. uh, is dat waar jij bent, uh, dat mensen misschien een, uh, ja, van een wat makkelijker of minder moeilijke positie komen en dan uiteindelijk kunnen komen uh, waar ze willen. Dus uiteindelijk uh, een moeilijke start hoeft er niet voor te zorgen uh, dat je jouw doelen niet behaalt of niet jouw droom in het leven najaagt. Nee, sterker nog, het helpt mee. Dat wil dus niet zeggen dat je een goede start moet hebben, uh, een slechte start moet hebben om ver te komen, maar je ziet toch dat de meest succesvolle mensen... En succes is een wijd begrip hè. Mm -hmm. Maar laten we zeggen, succesvolle mensen, ook, ook in Nederland, dat zijn toch vaak mensen die een moeilijke start hebben gehad. Maar dat betekent niet dat je, dat je niet heel ver kan komen. Of misschien wel verder kan komen als je goede start hebt. Want er zijn genoeg voorbeelden die dat ook hebben. Maar op een of andere manier heeft het mij geholpen om uh, een moeilijke start te hebben. Is het zo dan hè, dat, dat de reden is, of uh, dat de reden is dat. Um Mensen die een moeilijke start hebben, een soort van gedwongen worden om daar wat van te maken, omdat ze anders ja, echt afglijden. En als jij niet actief wat had gedaan, uh, je soort van in de goot was beland. De meeste glijden af. Als je een moeilijke start hebt, dan zijn er maar heel weinig mensen die daar, die daar iets moois van maken. Helaas. Ja. Um, maar hoe komt het dan dat dat helpt? Uh, ja, misschien is het wel een soort ff, uh, extra overlevingsdrang of zo. Mm -hmm. Is dat uh, strijdvaardig? Uh, doorgaan waar anderen stoppen. Uh, misschien is dat het wel. Maar de meeste redden het niet. Nee, en, uh, een slechte start is een goed recept voor een leven. Als voor je de er niet echt, uh, echt actief mee aan ja, de slag gaat. Absoluut. absoluut. Wat, wat moet je vooral niet doen? Als je, een, uh, je hebt natuurlijk wel vooral beseft wat je wel moest doen. Maar wist je ook heel goed wat je niet moest doen toen je. Ja, moeilijke, je hebt natuurlijk verschillende fases, uh, verschillende moeilijke tijden gekend. Zeker. Wat kwam je daar elke keer tegen uh, wat, je, wat je wel moest doen, laten we daar maar mee beginnen. Wat was voor jou een keer key points van ja, dit, dit is echt iets wat ik nu moet doen? Hoe moeilijk het ook is: vast blijven houden waar je naartoe wil. Ik ben heel recent met iets heel moeilijks gestart. Dat is voor jou niet moeilijk, maar voor mij wel. Ik ben extreem met mijn lichaam uh, bezig. Um, dus heel veel hobbels, die, die moet ik nu nemen. Uh, maar die zijn niet zo moeilijk te nemen omdat ik exact weet waar ik heen ga. Kijk, dat kan ik nu heel makkelijk zeggen, want ik heb geoefend hoe je het moet zeggen. En uh, ik ben er lang mee bezig, maar dat wist ik toen allemaal niet. Wat mijn geluk toen is geweest, is de juiste mensen om me heen. En dat wist ik toen niet. Uh, dat zijn dus mensen die... Uh, nou, ik kan je wel een voorbeeld geven uh, van, uh, van de middelbare school. Uh, als ik te veel spring, moet ik maar zeggen. Maar de ja, middel goed, ja. middelbare school was ik echt uh, totaal onopvallend. En, en een beetje de, de nerd, ik ik droeg van die ribbroeken, jongen, tot, tot mijn veertiende. Geen helemaal nergens over. Uh, either way around, ik, ik viel niet op. En uh, toen was er, uh, 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 op een gegeven moment toen wij 16 waren, een feest. Ergens in Oosterwijk, daar waren de gave hockeyfeesten. En een van de allergaafste mannen van de hele school, die kreeg van iemand een lel tegen zijn, tegen zijn gezicht aan en die belandde in de sloot. En toen heb ik hem eruit gehaald. Zonder nadenken. Iemand belandt in sloot, dus ik help er, ik help hem uit die sloot. Maar al die mensen zagen dat. En ik was toen in één keer een gave vent. <laughs> maar, ik voelde, ja, maar ik voelde me niet anders. Dus, dus dat, dat hele principe, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, dan kom je in de buurt van imago en zo. Maar mijn hele leven veranderde op sol. in één keer kwam ik bij de Gave Feestjes. Uh, dat is uh, toen de tijd een uh, goede maat van me geworden. Dat is een heel fijn mens. Hij kon er niks van doen, die gewoon heel gaaf was. <laughs> uh, en deed er ook niet extra moeite voor, maar dat was, dat was in, zo geval, in zijn geval zo. Dus ik heb toen gemerkt dat het, achteraf geredeneerd dat het ontzettend he mij heeft geholpen om in één keer iemand te zijn, doordat ik met de juiste mensen omga. Nu zou ik het anders willen zeggen, je, je leert van de mensen om je heen. Hè? Je, leert, ja. je leert omlaag of je leert omhoog. Degene die je ontmoet, heeft een standaard. En die standaard hoeft hij of zij niet uit te spreken, maar die komt subconsciously binnen. Dus als ik, als ik mijn privéleven heel vaak bij jou in de buurt ga komen, dan ga ik echt ontzettend lachen om mijn sportieve prestaties. <laughs> Waarvan ik nu uh, wel denk, nou ik ben er wel trots op. Maar het gaat helemaal nergens over, omdat jij mijn nieuwe standaard bent. En ik heb per ongeluk de, 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 de juiste standaarden om me heen gekregen. Ja, per ongeluk tot mijn achttiende. Want later ben ik er echt ja. voor gaan kiezen. Ja. Maar ik denk dat dat helpt. Of je nou een goede of een slechte start hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is wie er, wie er om, je, om je heen zijn. Dus als ik het moeilijk heb om jouw vraag te beantwoorden als er een hobbel is. Dan richt ik me op waar ik heen wil. En direct ga ik nadenken over wie zie ik dag, dagelijks? Met wie omring ik me. En dat pas ik aan. Ruxigloos. Niet bij vrienden. Niet bij vrienden, niet bij, bij mensen waar je ja, net Nee, Dat is wel interessant. Dat dus bij jou wel een grens. Dus het is niet zo dat je daarin meedogeloos bent. Dat, nee, 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 nee. Dat ook hoe dichtbij nee. mensen ook staan. Nee, vraag eens wat mijn hobby is. Wat is, <laughs> ja, wat is je hobby? Computers programmeren. Ja. Nee, want ik, ik, ik ben helemaal niet hard. Dat wil ik helemaal niet zijn. Soms, soms moet nee, je stevig maar, ja. zijn, maar, maar dat Voor is Voor jou niet nodig geweest. Kijk, nee. ik, ik weet ook ja. niet hoe, uh, hoeveel invloed een, uh, een vriend die bijvoorbeeld een slechte invloed op jou zou kunnen hebben, hoeveel invloed dat dat werkelijk heeft. Ja, nu heeft het geheid invloed. Mm -hmm. uh, wetenschappelijk gezien zal het invloed hebben, maar die mensen komen niet eens meer in mijn buurt. Ja. Nee, oké, okay. ja. dus je bent al selectief geweest. Ja, nou, dat, is ook, dat is ook een mooie periode geweest, dat je dan leert dat je daarop moet letten. Ja. Maar ik denk dat als je goed vast blijft houden waar je heen wil, mm -hmm. als je zorgt dat je de juiste mensen om je heen hebt waar je wat van kan leren en die jou omhoog willen helpen, niet omlaag. Ik denk dat dat bij mij in ieder geval de succes zijn geweest om uh, vol te blijven houden en ook de juiste richting in te gaan. Ja, ja. ja het zijn wel mooie ervaringen die je zo dan deelt. Uh, om, om jouw tegenslagen een beetje hè, kenbaar te maken. Ik denk dat het ook altijd wel mooi is van... oké, okay, uiteindelijk ben je dan mental coach geworden. Maar er zijn nog wel wat meer dingen geweest... als we zo'n beetje doorlopen. Heb je echt het nodige meegemaakt? Je bent zelf op het punt geweest dat je het niet meer zag zitten? Richting de trein bent gelopen? Ja, letterlijk. Hè. Ik wilde op een gegeven moment uh, bijna letterlijk... Uh, of eigenlijk letterlijk een einde aan mijn leven maken. En er was een periode dat ik erachter kwam... dat ik eigenlijk niet deed wat ik wilde doen... En op de plek was waar ik helemaal niet wilde zijn. En dat was op het moment eigenlijk dat ik een paar jaar had gestudeerd in Delft, tussen aanhangstekens. Omdat ik dat deed, omdat mijn ouders dat van me verwachten. Dat zeiden ze niet, maar dat had ik in mijn hoofd. En um, ja, ik had meerdere studies gedaan, niet afgemaakt. Uh, uh, ik had er eigenlijk een zooi van gemaakt op elk vlak. Niet, ik was helemaal niet gezond. Rookte als een ketter, waarvan ook een week lang. Ze stond als, uh, als een aap. En toen moest ik in dienst omdat hij toen nog dienstplicht had. Zo was er een brief uh, die ik las drie dagen voordat ik in dienst moest. Uh, en dat is vrij heftig, want dan, ja, dan moet je toch thuis gaan vertellen: van nou, ik heb eigenlijk niet gestudeerd en uh, ja, goh. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Nou nu moet ik in dienst. En dat was best wel moeilijk om dat te gaan doen. Dus dat was een nacht, een paar dagen vo voordat ik. Dus die is moest dat ik dacht bij mezelf, oké, okay, ik heb eigenlijk helemaal er niks van gemaakt. En ik ben eigenlijk nooit mijn eigen hart gaan volgen. Maar ik ben altijd gaan, gaan doen wat anderen van me verwachten. En, en, en toen, wat me gered heeft, waarom ik hier nog zit, kreeg ik een gedachte over een rivier. Don't ask me why. Maar ik ben, en dat is ook iets wat ik aan iedereen die kijkt en, en of luistert wil meegeven. Denk, denk eens in, in, in een soort filmpje of een plaatje van wat ik nu vertel. Wat ik voor me zag was een rivier waar het water heel hard in stroomde. En ik zag mezelf in die rivier met de stroom meegaan. Jarenlang ging ik met de stroom mee. Daarom ben ik ook gaan studeren. Dat was de stroom omdat mijn vader professor was. En daar werd ik niet gelukkig van. Dus eigenlijk en dit gebeurde in één, twee minuten allemaal. En toen dacht ik op een gegeven moment ja, fuck. Ik kan ook tegen de stroom ingaan. Nou dat heb ik ook een paar keer geprobeerd toen te tijd, maar nou, born, born loser dus. Dat lukte niet eigenlijk. En uh, dat maakte me, maakte me eigenlijk nog depressiever. Uh, totdat ik in een flits voor me zag: je kunt ook op de kade lopen. Want elke rivier heeft een kade. En dan kun je zelf bepalen wanneer je met de stroom meegaat. Olé, olé, uh -huh. olé, olé. olé. En lekker uh, carnaval vieren in, in, in Brabant, ik zeg maar iets. En daar wil ik niemand mee tekort doen. Uh -huh. en, en, en ik had momenten waar ik het ook leuk vond om, om er tegen in te gaan, tegen de stroom in. Maar de vrijheid was eigenlijk op die kade. Nou, dit gebeurde in een, in eigenlijk in een paar minuten. En, en daarom zit ik hier nu nog. Ik ben toen eigenlijk op de kade gaan zitten. Gaan lopen. Nou, de kade heeft heel veel voordelen. Want je hebt de keuze wel of niet in de rivier te springen. Uh, je hebt ook de keuze om op de kade te blijven. Uh, je hebt vrijheid. Nadeel is dat het niet zo druk is daar. In de stroom, in de rivier, zitten heel veel mensen. En uh, op de kade uh, wat minder. En... Uh, nou, eigenlijk loop ik tot op de dag van vandaag op die kade. En dat heeft het gemaakt dat ik er geen einde aan heb gemaakt. Dat is wel een, uh, ja, een diepgaand verhaal... waarbij ik ook wel meer over jou te weten kom. Natuurlijk ook door uh, een aantal podcasts uh, over jou geluisterd te hebben. Maar wat ik mooi vind, is dat je dat besef dan uiteindelijk krijgt. Hè? Dat dat gewoon in een split second die keuze dan niet gemaakt wordt... en dat je in één keer een helder moment hebt... terwijl je in al die tijd uh, met een soort ruis hebt geleefd. Ja. waarbij je uh, uh, niet wakker was. Ja, niet wakker was. En ik denk dat heel veel mensen zich vooral herkennen in een leven leiden, waarbij als ze diep naar binnen kijken, dat niet het echte leven is hoe zij dat zouden willen leven, door met een partner te zijn met wie ze misschien helemaal niet moeten zijn. Niemand uh, inspireren om een relatie te eindigen, moet Het ze zelf een weten. leuke podcast? Ja, <laughs> <Maar goed. laughs> nu is de relatie over. Ja. Relatie. Nee, maar bijvoorbeeld ook, weet je, dat is je echt en dat, dat dus spreek ik ook niet alsof ik dat zelf allemaal helemaal 100% onder controle heb. Maar af en toe doe je dingen waarbij je niet helemaal eerlijk naar jezelf bent en ja. luistert naar je hart en naar je gevoel van ja, eigenlijk uh, moet ik dit niet doen of moet ik een keer naar dat land op vakantie of wil ik die studie volgen. Of wil ik een keer met een goede vriend een gesprek hebben met wie het eigenlijk al een tijd niet lekker loopt? Of wat dan ook, alles is mogelijk. Maar we leven, denk ik, met z'n allen te veel. Tenzij je een keer echt uh, ja, zoiets meemaakt. Dan word je eigenlijk wel gedwongen om, uh, om daar dan echt uh, tegenin te gaan of op de kade te lopen. Maar dat we te veel leven uh, naar verwachtingen van de maatschappij of van uh, mensen die wij heel hoog hebben zitten. Ik ben bang uh, dat ik je volledig gelijk moet geven. Ik denk dat de meeste mensen helemaal niet doen wat ze willen doen. En ook niet in de buurt zijn van mensen waar ze bij willen zijn. En dat is geen doenbeeld, dat, dat komt omdat ik met heel veel mensen spreek. Als coach, uh -huh. nou, dan, kun je, dan kun je af en toe een negatief verhaal verwachten. Maar ook, ook gewoon als mensen. Dat ik veel met mensen praat die ik niet ken. Er zijn maar heel weinig mensen die het lef hebben ontwikkeld uh, om, om, om je hart te volgen. En soms vragen mensen dan wel eens van, ja, maar hoe, hoe weet je dan of je het goede doet? En dan stel ik ze wel eens de vraag van, vind je pindakaas lekker? Nou, ze lachen. Hoezo? Ik zeg, vind je pindakaas lekker? Nou, dan krijg je heel duidelijke ja bij mensen, maar sommige mensen een heel duidelijke nee. Ik zeg, ik hoef jou toch niet te trainen om pindakaas wel of niet lekker te vinden? Ja, is het wat anders. Dat is helemaal niet anders. Als jij iets doet wat je niet moet doen, dan krijg je daar een rotgevoel bij. Maar omdat je heel druk bezig bent met allerlei andere dingen waarmee je jezelf afleidt, Voel je dat gevoel niet. Waardoor je jezelf ontzettend lang voor de gek kan houden. Dat je, dat je dat wat je doet, dat je dat ook moet doen. En dan zijn er van die momenten dat er een keer geen radio aan is. De computer is dicht en, en, en YouTube speelt even geen lounge muziek af. Je bent even niet op je socials. En het is akelig stil thuis. De meeste mensen gaan als een sodomieter, net zoals ik dat vroeger deed... weer iets aanzetten of weer iets doen. Om maar niet te hoeven voelen... Dat ze eigenlijk iets doen wat ze niet willen doen. De hele vele positieve uh, 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 voorbeelden natuurlijk niet, niet te niet willen doen. Uh, ik probeer te zeggen, er zijn heel veel mensen die doen wat ze moeten doen. Zeker de jongere generatie uh, vind, ik, vind ik heel mooi, omdat die eigenlijk veel puurder leeft. Die komen nog wel erachter dat de wereld niet zo puur is. Dus dat, ja. <laughs> dat, dat is dan even, maar goed, we, we gunnen hun hun tijd, maar die zijn wat, die zijn wat puurder. Uh, jouw generatie en ik ben een generatie ouder, ik ben nu 52. Uh, ja, wij kunnen ons eigen gedrag nogal makkelijk goed lullen. En we kunnen nogal eens dingen doen die we eigenlijk niet willen doen. Maar mijn, mijn bewering is dus dat iedereen weet of die wel of geen pindakaas lust. Dus ook iedereen weet of die wel of niet doet wat hij moet doen. Alleen de uitdaging is, de proble het probleem is, is dat we het ons zo druk maken dat we het niet eens voelen. En het lichaam stopt niet, want die blijft dat gevoel geven. En op een gegeven moment heeft hij dat zoveel gegeven dat, uh, dat, dat je onderuit gaat. We zijn te druk. Is dat, is dat een beetje de ja, is vlucht? We zijn sowieso te druk, maar we, we, we gebruiken die drukte ook als een vlucht om niet te hoeven nadenken over waar zijn we nou, of waar ben ik nou in Godes helemaal mee bezig. Want we zijn, we zijn continu met prikkels bezig. Waardoor we heel weinig nadenken of we eigenlijk wel de goede koers gaan. Zijn we dan een beetje verslaafd aan de comfortzone, waarbij we niet meer gewend zijn om echt heel eerlijk en heel confronterend tegen onszelf te zijn? Ik weet niet of, of wij de afgelopen honderd jaar dat echt zijn geweest. Ik zat na een, een, een podcast te luisteren toen ik hierheen reed, waar nog eens expliciet werd uitgelegd dat 200 jaar geleden scholen zijn uitgevonden om robots te maken voor de uh, fabrieken toen in Duitsland. Of in de provincie Weimar uh, is dat begonnen. En, en alles wat daar werd gegeven was, was precies niet wat je in het leven moest weten. Dus ja, ik wist ook niet wat gevoel was. Ik wist ook niet wat doorzetten was. Ik wist in het begin ook helemaal niet wat ik nou eigenlijk precies wilde. En ik wist ook heel lang niet dat ik iets deed wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Soms weet je gewoon niet wat je niet weet. Hoe kom je daar dan achter? Nou, meestal door de, diepe shit. Diepe shit die je niet zelf per definitie hoeft te creëren. Het kan. Mm -hmm. Maar gewoon iets onverwachts. Hè. Dan gaat iemand dood. Of in mijn geval was ik, uh, was ik begin twintig en kreeg een burn-out. Geen geestelijke burn-out. Die deed het goed, maar mijn lichaam stopte ermee eigenlijk. Dat was een wakker schudder. Later ben ik wel eens een, een job verloren. En de meeste mensen die ik ken moeten toch wel iets hebben wat, wat gebeurt wat niet fijn is geforceerd veranderen dus eigenlijk wel dus life hit you on the head daar kun je eigenlijk op wachten wake up sucker sucker in en alles wat ja. tussenin zit maar stel je voor dat uh, mensen dus die nu luisteren die zeggen van ja oké okay, nou dan hoef ik alleen maar te wachten op dat moment en voor je het weet ben je 60 <laughs> en dan is dat moment voorbij maar ja hoe kun je yep. daar dus yep. ja, je, je zou eigenlijk willen van oké okay, ja want uh, is daar niet een, een checklist voor ongetwijfeld dat je die op internet uh, kan vinden maar uh, hoe kun je nu eigenlijk voorkomen dat die man met de hamer uh, langskomt en zegt ook van ja, oeps, uh, verkeerde richting al die jaren. Je bent uh, wat ouder, het gaat allemaal niet zo makkelijk. Uh, je krijgt moeilijker een andere baan of je, je, hebt minder... ja, je wordt ouder. En naarmate we ouder worden, nemen we over het algemeen ook minder risico's. En misschien is dat ook wel dan gelijk een antwoord op ja, dat we eigenlijk minder risico's nemen en daardoor ook minder aan onszelf werken. Want ja, dat is nog wel confronterend en ook angstig af en toe. Nou, Je stelt wel een hele mooie vraag. En dat is, dat is, hoe kom je daar nou, nou achter? Of je nou wel of niet op het juiste pad zit? Nou. Of dat je, dat je, hoe kom je erachter nou dat, dat je eigenlijk er tegenaan zit te hikken, dat je bijna over de scheef gaat? Nou. Het antwoord kan ik uren over praten. Over heel veel methodes en heel veel, heel veel dingen. Sommige zullen werken, sommige niet werken, sommige zullen bij de een werken. Maar als jij nou tegen mij zegt: sla nou eens 30 jaar plat. En geef me nou eens twee dingen. Nou, dat kan ik je wel geven. De eerste is mediteren. En de tweede is uh, een goede liter ayahuasca thee drinken. En dat is geen medisch, <tie> dat is geen medische, uh, ja. Hoe zeg je dat? Dat is geen medisch advies. Uh, wat help, psychedelics helpen om 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 25 jaar mediteren short te kutten. Uh, nou, wat is dan mediteren? Dat is dat is niet de traditionele houding, maar mediteren is eigenlijk dat je je lichaam en geest tot rust brengt. Waardoor dat stemmetje, dat er altijd is, ook gehoord wordt door je. Er zeggen mensen zoals. en dat was ook even mijn vraag, hoe weet je nou of het je intuïtie is? Hè? Nou, dan zeg ik, als het, als, als het een stemmetje in je gedachte is, die vrij stevig praat, en die jou toespreekt, dat lukt je niet, dat kun je niet, dat mag niet, dat is niet je intuïtie. Dat is je aangeleerde stem. Dat is de, 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 de kritische stem. Er is een heel zacht stemmetje in je hoofd. Daar ben ik van overtuigd bij de meeste mensen. Die bijna fluistert. Die kleine hints geeft. Die je niet hoort als je het heel druk hebt. Maar als je je ontspant, lichaam en of, of geest, of alle twee. dan hoor je dat stemmetje. Dat bijvoorbeeld zegt: Fucker, <laughs> jij moet het helemaal niet doen. Of dat stemmetje zegt wel eens tegen mij: Neem jezelf nou toch eens niet zo serieus. Weet je, dat ja. hele zachte stemmetje. Niet die raadsel, die raadt ons wel door. Ja, dat is waar, waar we bijna alleen nog maar op, le op leven. We zijn allemaal, niet allemaal. Ik denk ook wel dat genoeg mensen, weet je, wel hard op weg zijn naar dat pad waarbij ze het ultieme geluk nastreven en om dichter naar zichzelf te komen. Ik schaam mezelf daar ook onder. Wil niet zeggen dat ik alles op de rit heb, maar uh, we werken eraan. Uh, maar ja, wanneer je dat niet hebt. Uh, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk gewoon een wandelend hoofd bent. waarbij je een beetje het bewustzijn verloren bent. doordat we ons continu bezighouden. om maar niet te voelen wat we zouden moeten voelen. Wat ik heel graag wil zeggen is. we doen het allemaal. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Ik heb geleerd er woorden aan te geven. Maar dat betekent niet dat, dat ik alles voor elkaar heb. en altijd alles voor elkaar heb. Want soms gebeuren er gewoon dingen. die je niet zag aankomen. Dus. Ik wil heel ver wegblijven van het bedweterige de coach, de mental coach. Uh, met veel ervaring, die vertelt het even. Want ik, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik eigenlijk niks weet. Ik weet niet eens waar mensen vandaan komen. Ik weet niet eens wie ons heeft gemaakt. Ik weet niet eens wat we in Godesheim hier komen doen op deze aardkloot. Maar ik kan wel proberen om het te beantwoorden. En, en dat komt doordat ik boeken lees. Doordat ik dingen heb ervaren als mens. Doordat ik veel met mensen begeleid. dat ik veel podcasts luister. Dus bij, bij benadering... Weet iemand wel wat hij wil? Maar omdat we druk hebben, of we laten het ons druk maken, we mediteren dus niet, we komen niet tot rust, we horen dat zachte stemmetje dat er wel is, horen we niet. Of dat gevoel wat er echt is, wat je gewoon niet hoort omdat je hier boven met je kopie bezig bent. Ik denk dat wij daar allemaal last van hebben. Alleen jij en ik uh, werken daar actief aan, dus we hebben er wat minder last van. Maar ik ben soms ook wel eens heel druk met iets bezig. Dat ik dan anderhalve week aan het knallen ben als ondernemer. En dat ik na anderhalve week denk... Hm. <laughs> ik heb de ladder goed beklommen, maar hij staat tegen de verkeerde muur. Dat ik dus even niet, even niet opletten waar ik mee bezig was. Dus we hebben het allemaal. Maar ik denk dat als jij jezelf rust kunt, hoe je dat ook wil noemen. Door lekker te wandelen ergens. Of door even lekker te sporten. Dat je lichaam moe is. Dan ga je voelen en of horen wat je eigenlijk moet doen. En of je wel of niet on track bent. Dat is de helft. De andere helft is, als blijkt dat dat niet de juiste, uh, 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 het juiste leven voor jou is. Of, dan moet je, uh, moet je dus gaan kiezen om dat leven te gaan creëren. Dan moet je keuzes maken. Daar heb ik ook veel geleerd. In het begin was ik radicaal. He, gewoon alles omgooien. Een paar keer verhuisd, een paar keer banen opgezegd, geen nieuwe baan en gaan. Nu ben ik wat ouder. Nu zou ik zeggen, sommige mensen kunnen dat aan. Maar ik heb een, een heftig leven gehad door die heftige beslissingen. Nu zou ik zeggen, voor de meeste mensen zou gelden, als je weet waar je nu staat en dat voelt niet helemaal goed, geef jezelf gewoon even een paar jaar om de bakens te verzetten, de, de zeilen anders te zetten en probeer dat niet te radicaal te doen. Maar het niet veranderen in de richting waar je eigenlijk heen wilt, dat is wel, dat is wel kloot hoor, want dan blijf je dus rot voelen. En dat is niet goed voor je gezondheid. Dat is niet goed voor je, je, je well-being, of hoe je het ook wil noemen. En ik heb wel gemerkt dat als je leert je hart te volgen, dat je leven best wel simpel wordt. En fijn. Ja, ik heb een best wel simpel en fijn leven. Ik doe heel ingewikkelde dingen, maar probeer die zo simpel mogelijk te doen. En ik volg bijna altijd mijn hart. Ja. Dat is anders geweest. Oh man. Ik was een koningin, mensen blij maken met wat zij van mij verwachten en wat ze wilden en zo. Maar daar ben ik gewoon mee gestopt. Heb je moeten achterhalen om dat te doorbreken waar dat vandaan kwam? Ja, er is, er is en ik heb hem niet helemaal scherp, Tony, maar er is zo'n zo 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 drie trapsreket, geloof ik, dat je eerst moet je beseffen dat er iets aan de hand is, dan moet je het aandacht geven en vervolgens moet je het, uh, moet je het gewoon nemen zoals het is. En, en, in 10.000 andere woorden heb ik het gelezen. Maar ik weet niet of dat hoeft. Uh, ik weet niet of dat helemaal waar is. In ieder geval, wat, wat mij hielp, is, is niet zozeer het inzicht hoe het kwam. Mm -hmm. Maar veel meer dat ik dacht van... Hé, hey, uh, het leven is niet heel erg lang. Misschien moeten we er gewoon iets leuks van maken. Ik denk oprecht dat in Nederland, waar bijna alles goed geregeld is... dat je veel makkelijker je hart kan volgen. Kijk, in de, in de situatie in de Oekraïne is nu heel anders. Dat... dat, dat, dat dat is Een leven- of doodsituatie in bepaalde gebieden. Dan moet je niet met dit soort coachteksten gaan komen. Je kunt je dromen waarmaken. <laughs> Volg je hart. Ja, ja, vertel eens aan iemand die in Jemen nu is, waar honderdduizenden mensen uh, zijn vermoord en, en ongoing. Daar hoor je weinig van. Maar het is geen relatieve veel oorlog. Maar dat vind ik wel mooi, hè, als ik dan even dat, uh, dat mag benoemen. Uh, wat mij aanspreekt aan jou als coach, in ieder geval in hoeverre ik als coach ken. Want ik ken natuurlijk nu sinds kort als persoon vooral. Het uh, coachingsgedeelte komen we zo wat uh, dieper uh, op. Maar de, de bescheidenheid, hè? Want, uh, we hebben het natuurlijk ook over Tony Robbins gehad, die uh, heel veel levens heeft veranderd. Denk jij ook wel, ik zelf ook wel. Uh, maar uh, de bescheidenheid die daarin zit, die, uh, ja, die merk je gewoon heel erg aan jou. Um, maar ik denk ook wel dat jij heel veel, uh, heel direct levens veranderd hebt door middel van coaching. En heel veel hebt gezien. En, en misschien ook uh, een hoop dode paarden waar je aan hebt moeten trekken om uiteindelijk die veranderingen teweeg te brengen. Ja, wat dat betreft, uh, Binder dan net ja. Ik, ik zou niet, misschien kom ik overtuigend over, omdat ik geloof wat ik zeg. Soms vergeet je bescheiden te zijn, soms denk je dat je het weet. En dan moet er iets gebeuren, zodat je dat weer even vergeet. <laughs> <laughs> dan moet je even met je, en ik ben ik ben zo vaak en nog steeds met mijn neus op de feiten gedrukt. Van wat ik verkeerd doe of wat ik beter had kunnen doen. Uh, ik heb zoveel onverwachte mooie dingen, maar ook onverwachte klote dingen meegemaakt. Dat je, er, je moet er op een gegeven moment achter komen, of je nou coach bent of niet, maar gewoon als mens, moet je erachter komen dat je het gewoon niet weet. En, en mensen die zeggen dat ze het allemaal weten, ik was er één van, jarenlang. Die, die, zijn nog, die zijn nog niet helemaal wakker. Want als ik aan hun vraag: waar komen wij vandaan? Dan houdt het op. En als dan iemand een beide hand antwoord geeft, of zelfs een antwoord geeft waar, waar iemand in groot zegt: en door wie zijn die dan gemaakt? <laughs> en als we dat, dat hele riedeltje hebben gedaan, hè, dan kun je vanuit allerlei godsdiensten aanvliegen, allerlei politieke stromingen, levensstromingen. Uh, dan moet je als laatste de vraag maar stellen: maar waarom zijn wij hier? Ik, ik heb lang gezocht, Tony, maar ik weet op geen van deze vragen een antwoord. En gaat hem ook niet worden. Dus de, de bescheidenheid, dat leer, je, uh, dat leer je vanzelf wel. Doordat er ook heel veel mensen zijn die ik niet heb geholpen. Of ik moet anders zeggen, die ik niet heb kunnen helpen. Omdat mijn skill set niet goed genoeg was. Zo simpel is het. het is gewoon menselijk. Ja, daarbij vind ik wel als coach, en dat is een van mijn, van mijn uh, nou, om een coach -term te gebruiken, is een van mijn beliefs is: iedereen is. Uh, te coachen, of anders gezegd, elk probleem is op te lossen. Mensen zijn niet stuk, hoef je niet te maken, maar elk probleem is op te lossen in principe. Maar mijn skill set is er niet goed genoeg. Dus ik coach mensen het liefst één keer. He, dus de meeste mensen die ik ooit heb gecoacht, heb ik één keer gecoacht. En daar is gelukt, een groot gedeelte van de gevallen, maar niet altijd. Ik vind dat als ik iemand langer moet coachen dan één keer, ben ik geen goede coach. Dus mijn skills moeten elke keer beter worden. Dus het is elke keer die zoektocht naar hoe word ik beter. En dat gaat gepaard met een volledige onzekerheid de hele dag door. Dat is het rotsen van coach. Als je, als je coach, dan ben je als het goed is onzeker. Um, het blijft die zoektocht van wat is nou dat ene woord? Wat is nou die ene zin? Wat is nou het juiste luisteren? Hoe kan ik iemand een zetje geven zodat iemand zijn leven in één keer verandert? Want dat kan. Ik heb heel veel levens. In split seconds zien veranderen. Het is vaak split second de besluit dat iemand neemt. Of in mijn geval die anderhalve minuut, twee minuten waar ik dacht over die rivier. Maar heel veel langer hoeft niet te duren. Daarnaast ook trouwens ook andere coach trajecten. Dat zijn coach trajecten die weken, maanden of jaren duren. Er zijn mensen waar ik al 15 jaar mee, mee loop. Dat zijn andere type coach. Ja. Ja. Maar het zit, hem, het zit hem in jou en mij. Als wij iemand niet kunnen bereiken, ligt het nooit aan die ander. Dat is vanuit de coach gereneerd. Zo, als ik coaches opleid, dan is dit een van de eerste dingen die ik zeg. Ik zeg, het ligt nooit in die handen. Ja, maar die is niet gemotiveerd. Ik zeg, nee, je hebt geen goede communicatiestrategie uh, gevonden om iemand te motiveren. Ja, nee, maar iemand uh, die, die wilde eigenlijk niet. Ik zeg, nee, je hebt ervoor gezorgd dat iemand niet wil. En, en dat zeg ik ook tegen mezelf, want dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dus, dus daarom is, hoort dat, ze vragen wel eens, waarom verdienen coaches nou zoveel geld? Want wij verdienen belachelijk veel geld. Een, een gemiddelde coach zit al op 60 euro per uur. Ja, ik denk wel dat dat. Uh, ja, maar dat is ja, niet ja, weinig. Zeker. Dat is niet dus weinig. Nee, nee. Dat is niet weinig. En dan heb je nog de coaches die dan meer naam hebben gemaakt of in een andere omgeving komen. Die zitten dan op 100 euro. Ik, ma ik mag mensen voor 100 euro coachen als het gaat om fobieën en, uh, en hoogtevrees en zo. Als ik mensen daarmee help. Particulier coachen doe ik al, al heel lang voor 100 euro. Maar ik krijg in het bedrijfsleven. Uh, krijg ik een veelvoud daarvan? Dat is heel raar. Dus waarom, waarom krijg je daar nou een veelvoud van? En, 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 ik heb een, dag, een dagtarief dat, dat, dat eigenlijk bijna modaal is in een maand. Hoe kan dat nou? En mijn overtuiging is dat het met twee dingen te maken heeft. Ten eerste is je moet ongelooflijk veel in jezelf investeren, linksom, of om. om uiteindelijk op dat soort uh, uh, momenten het juiste advies aan iemand te kunnen geven. Dat soort momenten zijn momenten waar iemand het nodig heeft. En daarnaast, die, die onzekerheid of je wel het goede hebt gezegd, die, die, ja, die moet gecompenseerd worden. Ja, en ik denk ook als je zo die, die vraag stelt, hè, waarom die bedragen zo ja, goed... Ik denk vooral voor de mensen die het moeten betalen vaak belachelijk hoog is, maar... Jij weet natuurlijk hoeveel bloed, zweet en tranen jij hebt gestopt in de kennisvergaren die je nu hebt gehad of ge, opgedaan. Heel en, veel. Ja, en, en, als, dat, en nog steeds. Je zegt ook, je vat net even 30 jaar samen in, uh, in, in twee zinnen. Jij zegt uh, ja, om, om te achterhalen of je op het goede spoor zit in het leven of niet. Ga mediteren. En daar kunnen mensen wat mee doen of niet. Maar ik denk dat jij hebt informatie gegeven nu. En dat de verantwoording daarna, ook al zou ik voor deze podcast duizenden euro's betaald hebben. Wat doe je met de informatie die je leest? Want alles is gratis op internet te vinden. Maar ik denk wel dat de impact van uh, als jij iets in een podcast hebt gezegd, of ik heb jou ingehuurd en wij zitten face-to-face, -face, je kijkt me aan. En ik ben in de omgeving van een coach met 30 jaar ervaring, in een tijd dat het gekke werk was om mental coaching überhaupt te doen. Dat was moeilijk man. Doen. Dus, dus dat, dat, ja, ik denk wel dat, dat daarin misschien... Voor mij is die vraag heel makkelijk te beantwoorden... waarom mensen uh, tussen aanhalingstekens, zeg ik even voor de luisteraars... Uh, zo belachelijk veel te vragen. Want je kan belachelijk veel bereiken... door een kleine investering in jezelf te doen... in plaats van een nieuwe iPhone van 1300 euro. En het, het klinkt een beetje ouderwets of, of ja, misschien saai wat ik zeg... maar besef maar eens wat we in een jaar uitgeven. En als daarvan niet groot gedeelte naar je eigen gezondheid gaat of naar het maximaal uit het leven halen, dan denk ik dat je jezelf dan even goed in de spiegel moet aankijken. En uh, ja, weet je, als je elk jaar op vakantie gaat, wegrennen voor een jaar lang werken voor een baas waar je het niet naar je zin hebt, en je gaat een vakantie doen van vijf tot 10.000 euro, dan ben je veel geld aan het uitgeven en aan het weggooien. Want jij herhaalt het trucje elk jaar. Terwijl als je dan, ja, als ik jou kan inhuren, en we hebben 10 sessies, ik betaal jou 1.000 euro is een koopje, vind ik dan. Omdat ik ook de waarde ken van coaching. Ik weet ook wat het mij heeft gebracht. Dingen waar ik zelf niet uitkom, daar zou ik wel een ton voor over hebben. Als dat mijn grootste probleem in het leven oplost, waar ik al tientallen jaren tegenaan loop en er zijn er nog een aantal van over, dan, ja, dan ben ik bereid om, uh, om daar een hypotheek van af te sluiten, om het even zo te zeggen. Ik heb er alles voor over om het maximaal uit het leven te halen. Dan ben ik coach, dat is dat misschien voor mij net wat belangrijker dan voor anderen. Maar ik denk dat, dat het voor mensen wel belangrijk is om te beseffen, eens kijk naar uh, niet alleen wat het kost, maar kijk ook naar wat het je oplevert. Jazeker. Iemand vroeg wel eens, vroeg wel eens van, van hoe kun je nou, nou zo'n bedrag vragen. Uh, als ik dan een uur coaching uitsplits, dan is het in feite 58 tot 59 minuten uitzoeken hoe je die ene minuut tussen die oren krijgt, zodat iemand het gaat doen. Want jij zei al terecht, het is het weten. Daar kom je niet heel veel verder mee. Ja. Daar word je vaak alleen maar meer depressief van. Dat je eigenlijk wel weet hoe je het moet doen, maar je doet het niet. Ja. Maar, maar die 58 minuten van het uur is ervoor zorgen dat het gebeurt. En, en Ik heb ook keer zo'n zo verhaal gehoord over een Rolls Royce. En uh, dat beschrijft wel heel mooi het coachen. Ik weet niet of je het kent. Anders moet je me even afbreken. Van Toyota? Nee, dus is een Rolls Royce. En dat is nogal een dure. En uh, een, een man heeft... ...jarenlang gespaard om een Rolls-Royce te kopen. Specifiek die Phantom, ik zeg maar iets. Dus die heeft die, uh, die Rolls-Royce uiteindelijk gekocht. Is helemaal blij met die Rolls-Royce. Prachtig, uh, prachtige auto. En die gaat eruit rijden. En die, die Rolls stopt er na een half uur mee. Dus die vind ik, potverdomme, heb ik zo'n zo Rolls van een paar ton gekocht. Hebben we jarenlang gespaard en dat ding rijdt niet meer. Maar er zit een mooi serviceknopje... En hij drukt erop. Dat is wel het mooie bij Rolls Royce. Top service. Dus binnen 20 minuten komt er een meneer in een te net pak. Zijn een monteur. Maar het was de monteur. En uh, die monteur die vraagt aan die, uh, die, die, uh, die vriend van mij: Ja, start die, die auto eens. Dus mijn vriend start die auto. Met een beetje nors gezicht, want hij start niet. Ja, hij start niet. Waarop die man zegt: Start hem nog een keer. En die maat van mij die wordt langzaam uh, opgefokt, want die denkt, ja, waarom heb ik je gebeld? Dus start weer die auto, grrr, doet helemaal niks. Dan doet hij die motorkap open. En hij vraagt voor een derde keer aan die maat van mij: start die auto nog eens? Dus die maat van mij die zit hier tegen het kookpunt en uh, schoorvoetend doet hij dat. En op dat moment, net voordat hij dat doet, pakt die monteur een heel klein hamertje uit zijn filternette monteurspak. Mijn vriend startte voor de derde keer. Er gebeurt niks. En vervolgens tikt die monteur op een specifiek plekje in die auto. Op die motor. Vierde keer vraagt hij start maar. Hup, auto rijdt niks meer aan de hand. Huh. Dus mijn vriend die koelt een beetje af. En die vraagt uiteindelijk: Wat zou dit nou gekost hebben? Als ik niet die Rolls Royce garantie had gehad. Toen zei die man: Ja, dat is 1175 euro. Waarop op mijn maat zegt: 1175 euro was een rot tikkie. Ja. Waarop die Vin zegt: 1174,95 euro. En 95 cent om te weten waar je moet tikken. Het tikje was maar 5, <laughs> 5 cent. cent. <laughs> ja, dat is, is coaching. Dit is een mooie metafoor. Ja. Ik, dacht even ik heb hem ergens gejat, maar ik weet niet meer. Nee, waar. Maar het, is, het, het, ja, het, ja, hoe zeg het omschrijft mooi wat coaching is. En, uh, als je, weet je, het is een beetje de beperkende gedachte die we heel vaak hebben. Ook ik, ik hoor daar ook bij. Als je iets niet wil doen, dan hè, vooral. Uh, dan ga je jezelf vertellen van oké, okay, ja weet je, dan, dan blijf je hangen in dat probleem. Het is een probleem. Het kost veel geld. Maar je denkt niet meer na over van oké, okay, het kost veel geld. Wat levert het me op? Of hoe heeft iemand die kennis vergaard? Iemand die jouw website bouwt, die doet het misschien een half uur. Ja. Wij zouden dat in, in, drie, uh, in drie maanden doen, tot zes maanden. Maar ik dacht even dat je ging zeggen, dat het verhaal van die, die Rolls Royce is gebouwd in zes maanden <laughs> nee, en een Toyota nee, in één dag. Nee, dat is het, uh, nou, één, ding, één ding is, uh, is wel zeker. Uh, we noemen, het, we noemen het dan tegenwoordig coaches en zo. Maar ik denk dat, dat iedereen in zijn leven hulp nodig heeft. En of je dat nou inkoopt, of dat er een, een, een superopa is die jou dat mooie advies geeft. Dat maakt niet zoveel uit, maar we hebben het nodig. Alleen, waarom is er zoveel behoefte aan coaches, denk ik? Ik denk dat dat twee redenen heeft. De eerste reden is omdat we steeds meer van onszelf verlangen. Omdat de buitenwereld veel van ons verlangt. Ik denk dat, dat je daar hulp bij nodig hebt. En het, en het andere is misschien, en dat is een beetje een, een minder leuke, heel weinig mensen, of misschien moet ik het anders zeggen, veel mensen hebben niet meer, ik weet niet of je gaat knippen hierin, voor mij hoeft het niet, maar wat ik probeer te zeggen, wat ik probeer te zeggen is dat de meeste mensen geen inspirerende voorbeelden hebben. En waar ligt dat aan? Ja, ja, dat, hebben, ze, hebben ze dan niet een duidelijk doel waar ze dan hun... Uh, uh, nee, nee, nee. dat is een, een mooie vraag. En ik wil daar niemand mee tekort doen. Maar, maar ik denk dat, dat bijna niemand een echt super inspirerende collega's heeft. Of super inspirerende werknemers. Of super inspirerende bazen. Ik hoor het namelijk niet. Of super inspirerende familieleden. Heel soms hoor je van, ja, ik heb een oom die. die doet mooie dingen. Of ik, ik heb een tante. of mijn, mijn, mijn moeder is heel erg inspirerend. Maar ik hoor het niet vaak. Mm -hmm. um, dus, dus we hebben een gebrek aan inspirerende voorbeelden. Omdat die er überhaupt niet veel zijn. En als ze er zijn, in ieder geval is dat iets van de, van, van de laatste... Nou, misschien honderd jaar zo, dat, dat, dat er langzaam media begonnen te ontstaan. Dan kon je eens een keer wat lezen over iemand die succesvol was. Je kon eens een keer naar een seminar gaan of wat dan ook. En nu met de socials, goddank, heb je, heb je heel makkelijk toegang tot jou... of tot allerlei andere mensen die, uh, die kennis tussen de oren hebben... die ze dan ook nog eens gratis weggeven. Maar niet veel mensen hebben, hebben die inspirerende mensen om hun me heen. Dus ik denk, denk dat ik nooit was gekomen waar ik nu ben. En waar ben ik nu? Nou, een redelijk gelukkig leven. Dus dat bedoel ik, niet meer carrière of zo. Maar. Als ik niet mentoren had gehad en coaches had gehad en adviseurs die ik betaalde. Nou, dus ik snap, ik snap het wel. Ik snap het wel dat we dat nodig hebben. Maar het is op zich, op zich apart dat nu in één keer bijna iedereen coach is of een, uh, of een coach heeft. Maar de goede, daar zou ik altijd voor betalen. Dat doe ik nog steeds. Ja, en ik denk, ik denk ook, weet je, ik, ja, ik, ik hoor heel veel uh, frustratie van veel coaches over dat er te veel coaches zijn. Uh, maar goed, dat, dat doek van, valt vanzelf voor de coaches die iets doen voor het geld of die iets doen waarbij uh, het niet klopt. Of, uh, Tony, we hadden het over in het gesprek. Winnen begint met beginnen. De meeste mensen beginnen überhaupt niet. Zodat je onder onderbakt. Ja, maar dan zit er nog iets, dan is het het volhouden. Dus wat jij zegt is helemaal waar, die 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 shifting, die shakeout die komt. Ja. Maar die wordt nog erger omdat je na na 1 tot 3 tot 5 jaar ook nog de, de shake shakeouts hebt van mensen die het niet volhouden. Ook dat. Ja. Eens. En, en jij doet een podcast en jij hebt een ambitie om een, om een hele waardevolle podcast neer te zetten... met een waanzinnige bak met mooie technieken. En het ziet er echt super uit, klinkt goed. Dank goed je wel. team. Ja, nee, dat, ik heb een paar podcasts gezien en dit is uh, next level. Dank je wel. Als jij nooit stopt, dan kom je in die top 5 van Nederland. Want de meeste mensen stoppen. En dat is iets wat mij enorm veel zelfvertrouwen heeft gegeven... en, en wat ik van de daken zou willen schreeuwen... Talent is handig. Maar talent alleen is niet genoeg. Sterker nog, mensen zonder talent kunnen met hard werken ergens komen. En de dingen die wij doen, uh, dat, dat, als wij daar niet stoppen, dan zullen we vanzelf merken dat heel veel mensen stoppen. En waarom dat mij zelfvertrouwen gaf? Omdat ik niet een bijster hoog IQ heb. Ja, Oké, okay, nou, VWO alleen. Uh, geen diploma's, ik heb helemaal niks, ik heb alles zelf moeten doen. Maar ik kwam erachter dat heel veel mensen na een paar weken al stoppen. Dus ik dacht: hey, als ik dingen nou eens een paar jaar volhou. Hm. En dan, dan begin je dus in één keer, uh, ja, ik vind het een klote woord, maar ga je dus succes krijgen. omdat je niet stopt. Hoe gek is dat? Ja, dat is volgens mij ook een quote van toch? But, uh, when you simply refuse to give up. Dat is een beetje, ja, volgens mij is dat ik weet niet of succes daar dan voor hoort of een ander uh, ja, iets mooi. positiefs. Ja maar, het is wel waar, ja, maar ja, dat is de, de quotes die er zijn, die in het leven zijn geroepen. Ja, die kunnen lading hebben. Ik heb ook wel veel quotes gelezen door de jaren heen die echt helemaal niks deden, omdat op dat moment was ik niet in staat om daar wat mee te doen, of dat niet betrekking op mij of wat dan ook. En sommige momenten las ik een quote en toen dacht ik ja, weet je, en, en wij spreken elkaar nu de laatste tijd en. Heel grappig is dan dat heel veel van dezelfde onderwerpen uh, ik nu terugzie. Dingen die wij dan bespreken, hoor ik toevallig in een andere podcast. En ja, die toevalligheden, ja, ik geloof dan niet helemaal in dat het allemaal toevallig is. Maar ik denk dat alles samenvalt en waar je, je op focust, dat daar meer van uh, naar je toe komt. Zeker, zeker. Dus dat is wel heel mooi hè? om terug te komen, om niet aan die vraag voorbij te gaan. Jij zegt ook dat jij veel inspirerende mensen hebt opgezocht. Hè? En ik, ik weet uit betrouwbare bronnen dat jij daar ook uh, vrij ver in gaat om daar uh, op podia te komen, waar, waar anderen misschien niet zo makkelijk komen. All the way. <laughs> dus dat is wel mooi, die, die drive om toch uh, ja, heel leergierig te zijn. Uh, maar wat, wat zijn voor jou echt inspirerende of uh, ja, uh, levensveranderende personen geweest? Nou ja, mijn vader en mijn moeder. En die zijn er bijna niet meer. Nee, die zijn er bijna niet meer. Die, dat, dat waren niet op alle vlakken inspirerende mensen. Maar ik heb van beide wat geleerd. Um, ik vind de, de Dalai Lama wel een bijzondere man. Je hebt je ontmoet, hè? Ja, dat vind ik wel een oh. bijzondere man. Um, wat, 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 wat zijn dan even ook, ook van je ouders? Wat, wat, heb je, wat is de belangrijkste les die maar, jou is bijgebleven? Per, per ja, goed, per man, persoon. dat je doorvraagt, want ik ging er te snel voorheen. Mijn moeder heeft mij geleerd, ik moet anders zeggen, ik weet niet of ze het actief heeft gedaan, maar ik heb van mijn moeder geleerd, be a student of life. Met andere woorden, weet van alles wat af. He, daar staat een camera lens, dat vind ik dan toevallig leuk, maar ik weet ook welke lens het is. En als ik nou naar huis rijd en ik weet het niet, dan ga ik het opzoeken. Ja. Um, ik zag hier apparaten staan die ik niet overal heb gezien. Dus ik, dan word ik weer druk googelen vanavond. Maar over, over alles. Mijn, va, mijn, mijn moeder zei altijd je moet van alles wat weten. En dat heeft ze mij geleerd. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Mijn vader heeft geleerd dat uh, mijn va, van mijn vader heb ik geleerd dat je je hart moet volgen. Um, wat ik niet deed, wat hij ook niet heeft uitgelegd. Maar achteraf dacht ik, oh ja, verrek, dat, dat was de les. En, en ik heb geleerd dat er best wel. Dat, door, dat je met doorzetten heel ver komt. Want hij kwam hier in Nederland met een jute zak aan. Ik weet niet of je jute, jute kent, maar dat is. Ja, van de Zwarte Piet. Uh, ja, ja, maar, maar hij had, had dus. Maar die waren gaten ingeknipt en dat was zijn kleding. Dus hij had niks. Met een jute zakje kwam hij hier. En uiteindelijk heeft hij een heel mooi gezinnetje neergezet. En. Uh, Maatschappelijk heeft hij het uh, laddertje bewandeld en hij heeft, ja, heeft iets moois neergezet. Dus daarvan heb ik eigenlijk geleerd dat, er ontzettend veel, uh, 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 dat je ontzettend veel kan bereiken met doorzetten. Mooi. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. En voor de rest, ja, Dalai Lama, daar heb ik geleerd van: ja, we zijn allemaal mensen. Dus die, die, er was iemand in de zaal die wilde weten hoe je dan altijd gelukkig moest zijn. En daar ben ik ook jaren naar op zoek gegaan. Hoe word je gelukkig en hoe blijf je gelukkig en hoe kun je de hele dag gelukkig zijn? It ain't gonna happen. En dat merkte ik toen ik bij uh, uh, de Dalai Lama ontmoette. Die, hij vertelde het als eerste zijn verhaal. Toen iemand over geluk begon te zeiden: Ja, ik heb iets verkeerds gegeten. Ik zit aan de diarree. Ik moet telkens scheiden. <laughs> Vrij vertaald. <laughs> Waarmee hij eigenlijk zegt: En hij, mo hij moest dat ook. Dat was ook buikgriep. Eigenlijk wat hij daarmee zegt is: Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Want dat is. En dan kunnen de, 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 mensen kunnen echt zeggen wat ze willen, maar als je spiritueel jezelf hebt verheven tot een, tot een goeroe van, waar zijn we nu, een goeroe van Maarsen of Utrecht. En je weet alles en je kan alles en je, en je bent gelukkig, want je hebt alles voor elkaar. Ze zijn er, hè? ze lopen er rond. Um, en ik heb probeer, probeer er één van te zijn. Je bent niet gelukkig als je in een scheiderij zit. Dat, hoe, hoe moet je dan gelukkig zijn? Ja. Of hoe moet je nou gelukkig zijn als je een super, super zwaar auto-ongeluk hebt gehad? Twee van mijn maten hebben een flinke ongeluk gehad. Zijn beide met een dwarslezing in een rolstoel terechtgekomen. Ja. Dat is heftig, ja. Dan ben je ook blij dat je zelf nog zelfstandig je auto kan rijden en in en uit je auto kan stappen. Maar, maar wat hebben zij dan aan, aan, aan de kreet van je kunt ervoor kiezen om gelukkig te zijn? Nou, een daarvan is een, is een bekende spreker geworden, doet het waanzinnig goed. Maar hij is wel de hele dag pijn. En ik, ik ken weinig mensen die zo gelukkig zijn als hij. Maar denk je nou echt dat hij in die 16 uur per dag dat hij wakker is, gelukkig is? Nee, man. Dus dat, dat, dat heb ik van zo'n Dalai Lama geleerd. Zo'n Dalai Lama, dat is niet respectvol. Ik bedoel respectvol, van de Dalai Lama heb ik geleerd... Mm -hmm. um, Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. ze zijn allemaal mensen en hou nou op met dat eeuwige geluk. Want als je buik, buikgriep hebt, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn. Maar de lijst is lang, uh, Tony. Maar, maar ik zal een paar highlights eruit halen. Je, 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 je kwam met, met Robbins. Nou, uh -huh. ik, ik vind dat een van de beste sprekers van de aardkloot. Die heb je ontmoet? Heb je gefilmd Nee, nee, uh, nee, tegen... nee, 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 nee. Ik ben twee keer geweest bij een seminar, met tien jaar ertussen. Dus de jonge Tony heb ik gezien en de volwassene Tony. En... Um, uh, ik heb hem de hand geschud, maar verder dan dat, uh -huh. dan dat niet. Ik was een van die 7000 mensen in de zaal. Uh, maar zijn communicatieskills zijn excellent. Dat, dat is gewoon bizar. Dus als je centjes over hebt of je wil voor iets moois sparen, zou ik, zeker, uh, um, zou ik zeker een keer naar Robbins gaan. Dat is echt mooi. En een nog grotere impact op me heeft gemaakt Dr. Richard Bandler. De, daarvan heeft iedereen het ongeveer uh, geleerd. Wat, wat wij aan coach skills sets hebben, dat komt eigenlijk van Bentler. Dat, dat is wat mij betreft de beste communicator en de beste coach van de aardlood die op dit moment nog leeft. En ik heb er vele bestudeerd, maar ik moet echt zeggen dat hij het genie is. Ja, dus daar moet je zeker een keer heen gaan. Of en wat, wat is dan wat uh, van hem, uh, als je dat in één zin zou omschrijven, is bijgebleven? Of wat is het belangrijkste wat je van hem hebt geleerd? Nou, um, mag ik daarvoor iets anders meegeven? Waarom, waarom ik hem zo... Hij is wetenschappelijk onderbouwd. Nou dat is wel we, belangrijk hè? Ja, ja, omdat we nogal, uh, zeker in mijn vakgebied is een hoop bullshit. En ik heb zelf ook heel veel bullshit verkondigd. Maar de laatste, de laatste wetenschap vertelt hele andere dingen. Dat wil niet zeggen dat wetenschap altijd gelijk hebben. Want wetenschappen zijn, zijn vaak momentopnames van antwoorden op vragen die ze op dat moment stellen. Maar wetenschap verandert ook. Maar mijn vakgebied, uh, ons vakgebied is, is, is erg wetenschappelijk dicht te maken. Maar de meeste dingen die, de, die die coaches zeggen, kloppen niet. En wat ik het mooie van Bandler vind, die heeft dat echt uitgezocht. Eh, toen al, 40, 50 jaar geleden, is hij met onderzoek begonnen. Hoe, hoe, hoe werkt nou psychologie precies? En hoe zitten mensen in elkaar? En het mooie van hem is dat hij dat heeft uitgezocht. Om jouw vraag te beantwoorden, een van de dingen die je van hem leert, is dat, dat er niemand stuk is. Je hoeft mensen niet te fixen. Dat is een hele diepe. Dus iedereen is gewoon oké. Okay. En iedereen kan, die hardwarematig in orde is, kan ervoor kiezen om morgen een betere dag te hebben dan vandaag. Van hem heb ik geleerd dat het altijd aan de coach ligt, nooit aan degene die je coacht. Als jouw flexibiliteit in communicatie extreem is, je hebt heel veel methodes en heel veel skillsets, dan kun je iedereen bereiken in een uur. Um, van hem heb ik geleerd dat je in dat vak als coach ook nooit stopt. Je moet gewoon beter worden en dan nou kun je iemand bereiken. Um, dat vond ik het bijzondere van, uh, van hem. Ik denk dus dat, 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 dat die twee die ik net noemde, en Robinson en, en Robin San erbij, maar vooral die andere twee, die hebben best wel impact op me gemaakt. Ja, ja, dat ja. neem je natuurlijk dan de rest van je leven mee. En ja. daar past ook waarschijnlijk een gedeelte van wat je van hen hebt geleerd weer toe in jouw ja. coaching sessie. Ja. Mental coaching. Mensen uh, zijn misschien uh, in het begin uh, hebben dat gehoord en dachten, ja maar wat is dat precies? Het is mentale coaching, maar wat, wat doe jij precies? Wat, ja, je hebt het bedrijf New Life University. Uh, wat, wat doe jij precies? Dat leren. Aan mensen wat ze eigenlijk op school hadden willen kunnen leren. Of anders gezegd, wat ik zelf had willen leren. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat? Meer doorzettingsvermogen krijgen? Hoe werken relaties? Hoe moet je onderhandelen? Hoe moet je volhouden? Hoe kun je leren om positiever in het leven te staan? Hoe krijg je meer energie? Hoe slaap je beter? Hoe krijg je die man of die vrouw die je heel graag uh, uh, dichterbij hebt, hoe krijg je die dichterbij? Je? Uh, dus vroeger heette dat dan life coach. Maar nu noem ik het eigenlijk meer adviseur, want ik durf mezelf niet altijd meer coachen noemen. Ik heb het van LinkedIn ook afgehaald. Mm -hmm. Volgens mij ben ik nu management wh whisperer. Oh, dat komt omdat er inflatie is ontstaan op die, die naam coach. Uh, helaas, helaas. Maar goed... Um, dat is ook een nadenken voor als je coach bent of wil worden. Je moet een beetje opletten met, uh, met dat label, want dat label is, is niet veel meer waard. Dus ik heb mezelf adviseur genoemd, maar wat is dan mental coaching? Ik ben eigenlijk coach op, op een heel breed vlak. Dus uh, lichaam is gekoppeld aan brein en brein is gekoppeld aan lichaam is één. Het dat is, dat is heel gek dat we ooit hebben verzonnen dat, uh, dat er een verschil tussen geest en lichaam is. Dat is er gewoon niet. Het is een orgaan, je brein. Dus het lichaam om het allemaal zo te zeggen en hoe het brein werkt en welke optimale strategieën je kunt toepassen om iets voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld een, een eibakken. Ei Kun je een eibakken? Zeker. Spiegel eitje? Zeker. Leg mij eens uit hoe je dat doet en welke dingen je voor nodig hebt. Het Is geen kruisverhoor, maar dan, dan leer, le, leg je uit, leer ik je hoe hoe, hoe ik als coach uh, dingen aanvlieg. Beetje even uh, ja, een pannetje op een pannetje het vuur. Pannetje nodig? Zetten. Pannetje op vuur, ja. Beetje kokosvet gebruiken, ik. Beetje kokos? Ja, dat is al, uh, al belangrijk. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, eitje neem ik aan. Eitje erin. En dan, uh, ja, dan laat ik een beetje de pan uh, zijn werk doen en dan. Uh, ja, nou, hoe lang doe je erover? Tien minuten hoog uit. Oké, okay, hoe hoog staat het vuur? Ja, ik gebruik uh, misschien is het niet oké, okay, maar altijd de wok branden En daar probeer ik dan een beetje het idea ideale vuurtje mee uh, te creëren, maar ja. Vrij warm, neem ik aan. Ja, ik denk op een wokbrander bok, ja, uh, zet ik hem op uh, 50% voor een eitje. Ja, nou, bijna alles is verkeerd als je het gaat vergelijken met iemand die een eitje bakt in een drie restaurant. De temperatuur is te hoog. Dus wat je eigenlijk moet doen, is als je een ei bakt, is je pakt een pan, die maak je een klein beetje warm. Mm -hmm. Dan doe je er wat... Ja, kokos, boter, kokos. Boter, ja. Maakt niet uit. En dan doe je eitje erin. En dan duurt het heel lang. En dan moet je er heel veel tijd voor nemen. Dus daar gaat het dus al eigenlijk al mis. Dus kun je je de vraag stellen: ja, waarom doe ik het dan niet goed? Nou, de eiwitten, die gaan veranderen qua structuur en qua smaak dus. als het te heet is. Dus je moet heel langzaam een ei bakken. Maar de meeste mensen zijn een ei aan het bakken. Maar nu heb ik je dit verteld en nu kun jij instantaan van het een op het andere moment betere eieren bakken. Dat ik je een ander voorbeeld geven. Ik weet niet of het op de camera te zien is, maar ik ga het zo goed mogelijk uitleggen. Ik heb hier veters. Honderden miljoenen mensen strikken zo hun veters. Die maken een lusje, uh -huh. die draaien er omheen, trekken een lusje er doorheen. En voor de luisteraars, dit, hier worden veters gestrikt op de traditionele manier. Ja, zoals doorheen. ik het heb geleerd, hey, ja. wel heel officieel, uh, op de kleuterschool, met strikt diploma. Uh -huh. Dus je maakt een lusje, dan haal je er omheen en dan een lusje er doorheen. Zoals we het kennen. Ja, dus, dus er zijn, en ik onderdrijf door te zeggen honderden miljoenen mensen, maar eigenlijk moet ik zeggen, in de afgelopen paar honderd jaar zijn er miljarden mensen die het zo doen. En als ik dus nu als een expert word gezien en, en, en de crew wil weten hoe ik veters strik, laat ik het wel even zien, want dat doe ik al veertig jaar. Huh. Maar mijn veters gingen telkens los. En dat is niet handig als je op een podium aan het spreken bent, want na afloop gaan mensen niet vertellen wat ze van je hebben geleerd, maar je veters waren los. Dus een paar jaar geleden, ik weet het pas een paar jaar, paar, paar jaar, een paar jaar geleden... ben ik dus op zoek gegaan naar hoe je je veters moet strikken. En toen kwam ik bij de expert van veters strikken. Dat is een goede maat van mij. Die heeft nooit losse veters. Nou, vraag aan jou, Tony. Wat, 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 wat deed jij? Let op. Hop, 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 hop. Ja, ik zie niks anders, nee. Nee, dit, maar ik deed wel iets anders. Want bijna iedereen... Heeft van al die leraren. die hebben geleerd hoe je veters moet schrikken... of je ouders hebben dit geleerd. Maak lus. Bovenlangs draaien. Mm -hmm. lus doorhalen. En dan gaat hij los. Je hebt hem onderlangs. Ja. Dat heb ik net gemist. In, uh... Ja, kijk. Want wat je, wat je doet eigenlijk. je strikt een veter. Ja. door een lus te maken. Dan draai je onderlangs door. en ah. dan haal je hem door. Nou heb je zoals zeilers. Zeggen een zichzelf aantrekkende knoop. Met een vissers. Uh... I don't know. De vissers doen het ook om een haakje. Oh, oké. Okay. Als je een snoek vangt, dan, uh, dan moet hij natuurlijk ook blijven zitten. Nou, zo dus. Nou, dit is mijn hele vak samengevat. Dus het is heel moeilijk om niet naar iedereen te luisteren, het is heel moeilijk om een expert te vinden, omdat bijna iedereen het verkeerd doet. Mm -hmm. Vetelstrikken. Het is verdomme moeilijk om te zien wat nou het verschil is. En het is nog moeilijker om het te gaan doen, omdat het niet goed voelt. En dat is wat ik doe. Dus hey, even kijk, sorry dat ik daar gelijk op in wil haken, voordat, voordat ik daar dan uh, dat vergeet te doen, uh, om het tastbaarder te maken voor de luisteraar en kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. En dat heb je mooi gedemonstreerd net. In ieder geval voor de mensen die kijken. En ik hoop dat de, de luisteraar het ook nog een beetje kon volgen. Ik denk het wel. Heb jij, want jij gaat niet in op namen, maar jij coacht echt grote namen in grote bedrijven. Uh, of in ieder geval mensen met hoge functies in grote bedrijven. Uh, uh, een, een, ja, misschien wat meer letterlijk voorbeeld. Mensen het misschien nog meer kunnen inleven in van oké, okay, ja, wat, wat, wat houdt dat mental coaching nu daadwerkelijk in? Wat voor verschillen maak jij nu op mensen hun leven? Die dan, waarvan je zou zeggen, ja, een, een directeur van een groot bedrijf, wat heb je die dan nog te leren? nieuw misschien een ja, recent absoluut. voorbeeld ja, of zo. Waar je, waar je in één keer aan moet denken, en denk van oh, dit was ja. laatst gebeurd. Nou, ik denk dus dat mental coaching eigenlijk is dat je heel veel receptjes hebt. om mensen kort en krachtig iets te kunnen meegeven. waardoor ze een verbetering in hun leven krijgen. Dus ik heb nu jouw leven verbeterd. en hopelijk al die duizenden mensen die luisteren. Als je veter strikt, moet je het niet onderlangs doorhalen. maar bovenlangs, waardoor ze niet meer losgaan. Mm -hmm. Ik heb het verteld over het eitje. Mm -hmm. Maar kan je ook vertellen hoe je beter op een podium spreekt? Of hoe je in een camera kijkt? Ik zal zo een praktisch voorbeeld geven. Ja, ja. Ik heb ook geleerd waar, waar een camera moet staan. Uh, iets over licht geleerd. Um, speech schrijven geleerd. Uh, maar ook geleerd hoe je snel in slaap valt. Of dat je sportprestatie in één minuut met 25% verbetert. Wetenschappelijk onderbouwd. Maar niemand weet het bijna. Dus bij coaching is het eigenlijk meer zo dat mensen mij inhuren. en die zeggen dan iets van: Ik heb een probleem of ik wil dit hebben. en dan pak ik een recept erbij. Dus ja, ja. ik heb honderden recepten. Ik heb er je net twee gegeven. Eieren bakken doe je langzaam op laag vuur. en uh, het, het recept van veters strikken. Nou, waar hebben mensen in het bedrijfsleven behoefte aan? Werk-privébalans. Dat is de voornaamste vraag. De, niet nummer één, Maar ik geef je een paar voorbeelden okay, van, ja, ja. Uh, van, van dingen. Werk, hoe doe je dat? Nou, dan zeg ik dus, van de 40 uur die je werkt, en de meeste mensen werken 50 uur of langer, moet je 80% gepland hebben en 20% niet. Dat betekent dus, als jij vijf dagen per week werkt, moet je verdeeld over één dag of meerdere dagen, moet je ongeveer 80% inplannen. Dus dat je 20% niet hebt gepland. Die 20% gaat toch wel volkomen. Maar daar heb je dan ruimte voor als er onverwachte dingen uh, gebeuren. Klinkt heel logisch, maar de meeste mensen plannen zich vol. En dat geldt ook voor de avond, de uur en de weekenden. Nou, vol plannen moet je die niet doen. Ga op 80% zitten. De rest wordt toch wel gevuld. Dat is stap 1. Dus dus ik heb, sorry hoor, even het Dit gaat over ja. werk-levenbalans. Hoe ja. krijg je die? Maandag tot en met donderdag uh, werk je. Uh, Vrijdag vri niet. Gepland in ieder geval. Ja. En, uh, Vrijdag vri werk je ja. ook, maar dan heb je een lege agenda. Of uh, ik ben niet zo gestructureerd met, uh, met een hele dag, want ik denk meer in, in minuten. Zes uur per dag, van nee, dag. uren. Precies. precies. Ja. Zo. Dus dat is stap één. Uh, stap twee is: uh, we hebben het over die work-life balance, is dat je 7,5 uur per dag slaapt. Dat is een mooie streep. Slaap gaat heel groot worden. Het probleem slaap. Je ziet het nu al bij de etels dat je slaapproducten begint te krijgen. Maar dat wordt huge. Omdat de meeste mensen gewoon niet goed slapen. Want als jij na, laten we zeggen, 10, 11 uur ochtends nog koffie drinkt. is je slaapritme mogelijk verstoord. Nou, de meeste mensen drinken koffie tot misschien wel 7 uur of 8 of uur na het. Maar dat is. Voor de meeste mensen, niet allemaal. Het is een ramp voor, voor je slaap. Heel veel mensen drinken alcohol. Het is een ramp voor je slaap. Je valt misschien makkelijker in slaap, maar je diepe slaap is naar de haaien. Nou, Daar kun je heel veel over googelen. Dus je, je begint met anders te plannen. En vervolgens begin je op slaap te letten. Uh -huh. nou, dat zijn eigenlijk al twee dingen die ervoor zorgen dat je werk-levenbalans drastisch positief gaat veranderen. Dat is dus een van de vragen met, met twee snelle oplossingen erbij. Uh, een andere vraag die ze stellen is: hoe kan ik een boodschap overbrengen? Nou, daarbij is het inzicht. De meeste mensen denken na over wat ze willen vertellen. Dus als, als een baas op een podium staat, of iemand anders hoeft niet baas voor te zijn, en je moet iets presenteren, dan ga je dus nadenken over wat je wil presenteren. Maar dat is dus helemaal fout. En dan denkt iedereen: ja, maar ja, ik moet toch presenteren? Nee, dat doe je niet. Er zijn twee manieren van presenteren. De eerste is vertellen wat je te vertellen hebt. Dat doet bijna iedereen. Dat wil je dus eigenlijk niet. Nee, want wat je wil is hoe beïnvloed je de mensen die luisteren? Laat me je een voorbeeld geven. Maar dit, dit alleen al is het, de gouden tip die ik eerder in mijn leven had willen hebben. Ja. Want ik was altijd, oh, mooi presentatie maken, powerpointje. Doe ik een uh, mooi tekst erbij, doe ik uh, storytelling, want dat is ja. hip. En dan doe ik even een camerabeeldje erbij en dan een mooi plaatje. Dan pak ik van shutterstok, dan ja. ziet het er mooi uit. Nou, en ik was allemaal aan het presenteren. Maar toen begon ik feedbackformulieren uit te delen. En dan werd ik ongeveer afgemaakt. Want ik had helemaal niet verteld wat de mensen wilden horen. Presenteren is dus niet meer presenteren wat je wil vertellen, maar is dus nadenken over wat de behoefte is van de zaal of wat de behoefte is dat er beïnvloed moet worden. Maar dat is totaal anders. Voorbeeld: er zijn bazen die hun eerste introductie doen met 80 slides, Zo, ja. die vol staan met tekst. <laughs> maar ik heb ook met een baas mogen werken waar, 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 waar het eigenlijk anders was. Die, die, die deed als volgt: Eerste introductie. Voor zijn 300 topmensen. Baas komt op podium. Het is donker in de zaal. Spot op baas. Baas heeft voetbal in de hand. Verder niks. Geen muziek. Geen PowerPoint. Niks. Pikken donker. Alleen die spot. Baas gaat staan op het midden van het podium. Zaallicht gaat aan. Baas gooit bal in zaal. Wat gebeurt er dan? Mensen beginnen die bal over en weer te gooien. En uiteindelijk is er iemand zijn goochem. Die pakt die bal en die gooit die terug naar je baas. Baas vangt bal, heeft nog geen woord gezegd. Geen powerpoint, geen film, geen openingsmuziek, geen rookmachines, niks. Vervolgens gaat al het licht aan. Baas kijkt naar die 300 mensen en zegt: Wat er net met die bal gebeurde, doen we met onze klanten. Van het kastje naar de muur. En daar, daar gaan we mee stoppen. Mijn vraag aan jou, Tony, is een, een open deur vraag. Denk je dat ze dit voor de rest van hun leven onthouden? Ja, zeker. Met PowerPoint is ook wel denk ja, een. Denk, power ja. PowerPoint van 81 slides? Niet dus. Dus wat ik heel vaak met, met de, de, de mensen in een bedrijf uh, doe, als zij iets willen uh, overbrengen, dat, dat ik dan eerst eens vraag: wie is het publiek? Wat willen zij weten? Wat wil je overbrengen? En dan pas gaan we nadenken over. Wat er gezegd wordt, welke tools je gebruikt, welke locatie je gebruikt, enzovoort. Dat is zo logisch eigenlijk. dat eigenlijk niemand het doet. Dus in communicatie help ik ze met niet te beginnen te communiceren over wat je wil zeggen. maar ga nou eens nadenken over wat er moet blijven hangen. of wat willen ze nou eigenlijk horen. of wat heeft het publiek nodig. Dat is een van de dingen. Uh, misschien nog een laatste voorbeeld van, uh, van de coaching daar. Uh, dat is ho hoe je moet luisteren. Want dat is ook best wel moeilijk. Je kunt op meerdere niveaus luisteren. Ik kan luisteren door naar, je, naar jouw lichaamshouding te kijken. Ik kan luisteren door naar je intonatie te luisteren. Nou, die, die eerste twee doet al bijna niemand. Ik kan luisteren door naar je woorden te luisteren. Maar ik leer de mensen met wie ik werk te luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Maar dat betekent dus dat als iemand iets begint uit te leggen, uh -huh. en jij staat in een standje van. Wat zegt zij nou eigenlijk niet? Dat je hele andere dingen gaat opmerken. Hoe doe je dat dan? Als ik dus jouw woorden wil horen om dan naar hetgene te luisteren, want mijn focus, 100%. Is mijn voor woorden. Mij, ja. Zijn jouw woorden. Hoe, hoe doe je dan, hoe maak je van, ga je dit 100% dan even een beetje verdelen in... Het kost tijd om het te leren. Dat is hetzelfde als uh, sporten. Uh, uh, voor wat ik aan het doen ben, moet ik mijzelf tien keer kunnen optrekken met mijn vingers naar voren. Nou, ik kan het nu één keer. Uh, Half jaar geleden nul, maar ik heb nog negen te gaan. Dus het kost tijd. En dit is ook met de skillset communiceren. Het kost, het kost tijd om dat te leren. Dus hoe moet je luisteren? Um, door geen aandacht meer te geven aan de stem die in je hoofd al met de volgende vraag bezig is. Of die niet bezig is met het rationeel bedenken van wat is nou precies gezegd, wat wordt er gezegd. Of dat ik niet bij mijn eten vanavond ben. Dus wat je eigenlijk tegen jezelf zegt is. Met je stemmetje in je gedachten dat je zegt. Wat zegt hij nou niet? Wat zegt hij nou niet? Wat zegt zij nou niet? Je gebruikt je interne stem. Bewust om jezelf te vragen stellen wat zegt zij niet. Want als je niet bewust je interne stem in je koppie iets laat zeggen, dan gaat er allerlei uh, gechatter komen door die interne stem. Dus je zegt een mooie vraag. Toch? Je vraagt dus gewoon telkens, jezelf met je interne stem. Wat zegt Tony niet? Wat zegt hij niet? Ander voorbeeld. Je zit in dezelfde categorie. Stel voor, wij zitten in een vergadering. En er de, de, de zitten nog vijf andere mensen of zes andere mensen. Er zijn met acht mensen aan een tafel. Dan komt er iemand binnen, mannen en vrouwen aan tafel. Dan komt er iemand binnen. Die gaat zitten. Dat is een onbekende iemand. En dan kan het zo zijn, dat kan ook privé bij een feestje zijn, maar ook in een bedrijf, dat een vrouw tegen jou zegt. Nou, wat een lul zeg. Waarop jij dan denkt... Hé, je kent die hele persoon niet. Ik chargeer een beetje. Ja, ik ja, ik ja, trek ja. even man-vrouw uh, gepolariseerd uit elkaar. Maar wat gebeurt er met een gemiddelde man? Een gemiddelde man kijkt naar degene die binnenkomt... en gaat dan weer verder met waar hij mee bezig is. Wat doet de gemiddelde vrouw? Let op. Die kijkt naar degene die binnenkomt en gaat vervolgens iedereen scannen hoe zij op die persoon reageren. Maar dat is een different shit. Ja. Dus ik leer de mensen bijvoorbeeld uh, uh, om te kijken naar daar waar iemand niet naar kijkt. Dus als iedereen kijkt naar degene die binnenkomt, instrueer ik degene die ik coach om direct te kijken naar de reactie van de mensen. Want wat jij dan in één keer weet, Tony, is hoe ligt die persoon in de groep? Is dit een match of is dit een mismatch? Maar dat doe ik ook in mijn familie. Maar dat doe ik ook wel eens bij feestjes. Dat je gewoon kijkt naar hoe reageren die mensen nou eigenlijk als Tante Beb iets gaat zeggen. Nou, de meeste mensen reageren echt bloody shit op Tante Beb. Dus dan weet ik hoe Tante Beb in, uh, in de familie ligt. Dus dus een van de andere hot topics waar we het over hebben is kijk en luister naar iets waar een ander niet naar kijkt en luistert. En dan krijg je zoveel informatie, waardoor je een voorsprong krijgt. En in het bedrijfsleven is het toch vaak de plus één hebben. Laat me je voorbeeld geven nog. Als ik invloed op jou wil uitoefenen, en ik ken jou niet of een beetje, dan moet ik jou als laatste, sorry, dan moet ik jou als eerste door de deur laten gaan. Ik moet altijd als laatste door de deur komen. Want het blijkt nou, dat zit ergens in ons geprogrammeerd. Degene die laat door de deur komt, die is de leider. Dus als ik en heb gezien hoe de groep op jou reageert en ik laat jou voorgaan, dan begin ik jou, langzaam jouw baas te worden. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet jouw baas ben. Ik heb het overigens niet over manipuleren. Manipuleren wil zeggen dat iemand slecht af is en, en jij goed af bent. Ik heb het over beïnvloeden. Dus leer ik heel veel beïnvloedingsvaardigheden, die heel, heel eenvoudig zijn om uit te leggen. Bijvoorbeeld, ga altijd, of je nou man of vrouw bent, altijd als laatste door de deur. Want dan gaan mensen beter naar je luisteren als je een keer wat wil zeggen. Het is voor iedereen beter dat ze een keer naar je luisteren. want het heeft mensen... echt zoveel invloed. Nou ja, het leuke is, deze podcast is heel veel toegevoegde waarde door de, door de mensen die ik het tot nu toe heb gezien. Het is ook nog gratis. En mensen kunnen het ook gratis testen. Dus ik kan ja. nu wel roepen van, ja, ja het ja, werkt. Ja, ja. Ik kan alleen zeggen dat ik het aan meer dan 50.000 mensen heb uitgelegd. En die zijn het gaan proberen. En ik heb een bakken van de reacties teruggekregen in al die jaren dat dit soort dingen werken. En ik heb het niet verzonnen, Tony. Na deze ik... podcast gaat niemand het huis meer uit. Ja, ja maar, ook, <laughs> maar ook het schudden van de hand is, is mooi. Daar zijn we een beetje verleerd. Maar het schudden van de hand is ook mooi. Het heeft zoveel informatie. Het is niet alleen hoe, hoe hard iemand knijpt. Ja, ik merkte wat wel grappig dat je het zegt. Jij kwam binnen en jij gaf een stevige handdruk. Ja. Dat komt niet vaak meer voor inderdaad. Nee, die handdruk was net zo stevig als jij hem aan mij gaf. Oh, echt? Omdat ik hem spiegel. Het oh, gaat allemaal zo snel. Daar ja, heb ik niet meer zo... nagedacht. Dat heb ik ook niet meer naar achteraf. De handdruk die wij, wij denken dat het goed is, is een stevige handdruk. Maar dat werkt in China niet. In China geven ze slappere handen. Dus als je in China gaat knijpen, dan heb je een probleem. Als je in België op, de, op het volume praat waar ik nu praat, dan lig je eruit. Omdat in België te zachter wordt gepraat. Grosso modo. Je kunt al die dingen die wij bespreken, kun je gewoon testen. Veters strikken, eieren bakken, handen schudden, uh, 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 kijken naar waar mensen niet kijken. Maar zo is ook in het verkeer. Ik, ik, mag ik nog een voorbeeld geven? Absoluut. En als te veel, dan moet je afvragen. Ja, zeker. Ik had op een gegeven moment geen centen meer, dus ik moest iets. Toen ben ik taxichauffeur geworden. Dan heb ik een jaar taxi gereden. Maar ik had in een boek gelezen, je moet leren van de beste. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik dat doen. Dus ik heb gevraagd aan de centralist, wie is hier de beste taxichauffeur? En best, definitie, meeste ritten, meeste fooi, minste schade aan de auto. Dat is dan de, de, Mooie de, de taxichauffeur. Ja. Nou, dat was Ruud. Dus ik liep naar Ruud, een beetje zenuwachtig. Van, hi Ruud, ik, ik weet niet <laughs> twee, drie dagen. Mag ik een keer met je mee rijden? Lang verhaal kort. Ruud reed atypisch. Hij keek niet naar het verkeer. Zijn ogen gingen af en toe naar de voorbanden, voorwielen van de auto's voor. Hij reed bijna niet in de stad, maar pakte altijd de ring. Dat is wat ik zag. Want dat was anders dan ik deed. En ik zag dat ook. Denk terug aan die tijd dat ik ben gepest. Je gaat op een gegeven moment letten op. Gaat iemand mij wel of niet pesten? Waardoor je gaat observeren. En je gaat op afwijkingen letten. Wat is anders? Zo, tenminste, zo is het bij mij uitgepakt. Dus na afloop vroeg ik aan Ruud: Ruud, wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die hij doet als stakjeschauffeur. Waarop hij zei, ja, dat weet ik niet, gewoon rijden. Experts weten niet wat ze doen. Je moet doorvragen. Toen zei hij, ik let altijd... als de snelheid van de auto lager is dan 50, 60... let ik op de voorwielen. Waarop ik vroeg, hoezo dan? En by the way, ik heb nog nooit schade gegeven met mijn auto. Ik ben 52, ik heb sinds mijn 18e mijn rijbewijs schadevrij. Dat komt dus omdat ik dit soort dingen heb zitten leren. Dat is niet talent. Dat is gewoon anders kijken, anders luisteren. Hij zei de voorwielen die geven aan waar de auto heen gaat. De. Maar niet de ogen van de mensen. Daarom kijk ik als een verkeerssituatie moeilijk wordt. Ik hoop dat er veel mensen luisteren, die scooters rijden, dat die dit gaan doen. Kijk naar die voorwielen van die auto. Want iemand kan niet heel snel de wielen zo doen. Dan moet je dit doen. Dat kan bijna niemand. Dan moet je echt een supergoeie auto hebben. Met een hele goede stuurbekrachting. Dus het kost tijd om die wielen anders te zetten. Dus je kunt voorspellen waar die auto heen rijdt. Dat was er één. Vervolgens zei Ruud: Ruud zei ja, als je door een stad rijdt. Met die kleine weggetjes. Dan lijkt het sneller. Maar in tijd is het niet sneller. Je tijdsbeleving is anders. Omdat je heel veel aan het doen bent. Hij zegt: Je moet altijd als je ergens heen gaat in de stad. Zo snel mogelijk op de ring. Dan rijden en dan, als je er bijna bent, terug van die ring de stad in. Dat lijkt langer, omdat die tijdsperceptie anders is. Omdat je ja. alleen maar zo zit op de weg. En de ring is helemaal niet interessant. Ik ben die twee dingen gaan doen. En binnen 72 uur was ik de beste taxichauffeur. En dat hele jaar zijn wij de top taxichauffeurs geweest. Met de meeste ritten. En ik kon helemaal niet goed rijden. Dat is de grap. Maar, maar als je een expert hebt, moet je gewoon doen wat die expert doet. En mijn bewering is Toning dat elke expert twee tot drie dingen anders doet dan andere experts. Voorbeeld, als ik een mooi portret van jou wil schieten, mm -hmm. dan gaan de meeste mensen dichtbij staan en zetten jou in het midden. moet je niet doen. Je pakt eerst eens een hele dikke vette telelens, waar je vogels en vliegtuigen mee spot. Dan zoom je volledig in. Dan moet je 10 meter weglopen naar achteren. Dan pak je een trap, ga je daarop staan, en je gaat van boven naar beneden fotograferen. Je kan ook met een iPhone 2,5 keren inzoomen. En dan pas gaan staan zodat jouw hele gezicht erop komt. Dat doet bijna niemand. En als jij dat dus doet, je zoomt in, je gaat hoog aan de ogen staan op een meter of tien afstand. Ga jij tegen mij zeggen, wauw, wat een mooie foto. Waarom? Omdat jouw proporties van je gezicht kloppen. Als ik met een, zeg maar, wijdere lens dichtbij bij jou ga staan, heb je een zunne neus en kleine oortjes. je het selfie-idee. Dus ik heb mijn hele leven eigenlijk gefotografeerd, maar verkeerd. Totdat ik met een fotograaf meeging. En de beste fotografen die portretten schieten, die hebben allemaal een trappie bij ze. Grappig. Die staan op een trappie. Zo'n is een oud keukentrappie. Hm. Zo'n toetel van een lens, 200 millimeter, inzoomen, 10 meter achteruit lopen en model fotograferen. Heel veel voorbeelden, maar ik, 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 zit, er, ik zit er vol van, omdat ik ze niet zelf heb verzonnen. Maar ik heb gemerkt wat de kwaliteit van mijn leven verbetert. En dat van jou, als jij je hele leven eigen loopt te bakken die niet lekker zijn. Of dat je je hele leven met losse veters zit. Of als jij niet weet dat je er maar 80% moet inplannen. Of dat je niet weet dat je je eigen boodschap moet vergeten, maar dat je bezig bent met wat voor boodschap die zaal moet weten. En dat je moet weten dat je als laatste door de deur komt. Als je informeel leiderschap wil hebben. En zo zijn er nog veel meer dingen. Ja, daar kun je me voor wakker maken. Dat vind ik het mooie aan het vak. Ja, dat is, daar kun je eigenlijk uh, mee bezig blijven. De essentie eigenlijk in dit verhaal is om je leven te optimaliseren. Zit het soms in de details die het grotere geheel zichtbaar maken of, of vooral? Ja, absoluut. En dan kan het zijn voeding. Hè? Dus je vroeg van wat voor coach ben je dan? Ik denk ja, misschien is de life coach aan het beste uh, om samen te vatten. Het kan zijn dat het voeding is bijvoorbeeld. Het ligt echt aan de vraag van die persoon en waar diegene staat. Weet je, de wetenschap vertelt... Dat je de eerste 30 minuten nadat je je ogen hebt geopend, s ochtends, je 100.000 lux in je ogen moet hebben. Dat is verrekt te veel. Daglicht. Dat is daglicht, ja. Het mag bewolkt zijn. Um, either way around. In ieder geval geen smartphone. Nou, dat is nog niet eens zo erg als het maar niet s'avonds is. Maar je moet dus, dus 100.000 lux hebben. Maar wat is nou de grap? Wat doet een normaal mens in Nederland. in dat eerste half uur? Wel niet de gordijnen openen. Exact, exact, dus wij beginnen met een gigantisch groot probleem al als we het hebben over slapen. Je hele dag slaapritme gaat naar de haaien. je slaapritme gaat naar de haaien als je niet in de eerste 30 minuten veel licht hebt. Dus als mensen een slaapprobleem hebben, kan het dan honderdduizend dingen liggen. Dus als ik uit mijn bed kom, loop ik naar de douche direct en dan heb ik een heel grote Philips wake-up light staan. In de douche. En daar ga je onder een koude douche. Ik, Nee, nee, want da, daar is zijn, daar zijn, dus de wetenschap wel duidelijk over. Dat moet je anders toepassen. Dat zijn van die, van die dingen die wij, wij als coaches uh, horen. Maar die kloppen dus niet helemaal. Dat ligt nu genuanceerder. Maar als ik dus in mijn, in mijn eerste paar minuten zat te douchen, kijk ik een bak met licht naar binnen. En dat heeft mijn leven positief veranderd. En als ik met de auto wegrijd, dan doe ik mijn raam open. Behalve als het regent. Maar of het nou zon schijnt of, of zeg maar bewolkt is. Ik doe mijn raam open. Want een raam haalt 50 tot 60% van die luxe, hè, die lichthoeveelheid, weg. Waardoor ik in het eerste opstarten van mijn dag zoveel licht krijg. dat mijn slaapritme wordt gereset. Waardoor ik goed slaap. Dat weet bijna niemand. Dat, dat, helpt dat vind wel ik. Veel, ja. ja, en jij kan mij dingen hier, hier met, met de apparaten hier in, jou, in jouw. in je sportcentra kan jij, kan jij laten zien. Waardoor ik meer kan presteren. Meer uh, uh, resultaten heb met waarschijnlijk minder inspanning. Zeker. Ja. Ja, maar dat, dat is het, de essentie van het coachvak. En dat doe ik dus op body, mind, spirit en skills. Zo, zo breed mogelijk. Omdat ik zo vaak geen succes heb gehad. Ik heb zo vaak tips aan mensen gegeven die of niet aankwamen of die gewoon niet werkten. Maar dan ging ik zeggen van ja, je moet geen alcohol meer drinken voordat je gaat slapen. Ja, formeel had ik gelijk. Maar ik had niet gecheckt of iemand wel in het eerste half uur genoeg licht binnenkrijgt. Ja, het is ook uh, het, het totaalplaatje wat het grotere geheel weer vormt. Hè. Wat ik eigenlijk is dat raar, het. is dus vaak op één element toepassen, doet nog eigenlijk helemaal niks. Het, het is misschien hetgene wat de kickstart is om... Ja, als je in één keer beter gaat slapen, ben je ook in staat om andere dingen beter toe te passen. Absoluut. Daar begint het, denk ik. Ook als je moe bent, dan heb je geen zin om gezond te eten. Of eten klaar te maken, om goed voor jezelf te zorgen, om te trainen. Dan is hooguit wat je doet werken. Omdat dat moet, dat brengt geld in de la En daarna ben je moe. Ja, eens. En dan ga je vaak ook nog wat meer koffie drinken. Wat uiteindelijk weer leidt tot nog meer vermoeidheid. Kom je zo'n zo uh, visueuze cirkel waar je dan moeilijk uitkomt. En ik denk echt wel dat de tips die jij net hebt gegeven... Uh, zeker kunnen helpen om dat te doorbreken met mensen. En ook gewoon de persoon die jij bent, de ervaring die je hebt. Weet je wat ja. mooi is ook? Dat, 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 dat de tips zo simpel kunnen zijn. Alleen de toepassing is wat lastiger soms. Om het vol te houden is het moeilijk, hè? Dus het is, ja... Het was niet echt heel ingewikkeld hoe ik dat uitlegde van die veter, maar om het dan te willen geloven. Uh -huh. Wij noemen dat dan teachable zijn hè, als coach. Is hij of zij wel teachable? Uh, van, uh, sta je wel open om te leren en om iets anders? Het, het moeilijk is om het te gaan doen, inderdaad. Uh, en, en ik heb dat uitgezocht hoe dat zit. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, motivatie. Want vaak weten we wel wat we ja. moeten doen. Maar toen ben ik eens gaan uitzoeken wat is dat nou motivatie? Het is een woord, maar wat is het? Het is uiteindelijk één stof en die stof heet dopamine. Dat betekent dus dat mensen die weten wat ze moeten doen, maar het niet doen, een gebrek hebben aan dopamine. En dopamine, in het bedrijfsleven noemen wij het de race of dopamine, dopamine. Het is de race. Hè. Wie kan het beste de, de klant motiveren om de aankoop aan hun te doen? Het is dopamine. Dopamine is een stof waarvan we steeds beter weten dat dat voor motivatie zorgt. Dan is dus de vraag, hoe zorg ik dat ik heel veel dop dopamine in mijn systeem krijg? That's it. Maar krijgen we dat dan niet heel veel door... Uh, andere zaken die er eigenlijk veel minder toe doen. De afleiding waar we het in het, begin, in het begin van deze podcast over hadden, dus mensen die op hun smartphone zitten, mensen die Netflix kijken, daardoor uh, ja, dopamine shots krijgen door online te shoppen, door uh, porno te kijken, wat dan ook. Het is alleen maar goed. Dopamine, hoe meer, hoe beter. Ja, jij bent daarvan, uh, dat is de, hoe, zeg het, hoe jij daarin staat. Ja, alleen de, de vraag is wanneer je hem krijgt. Hè? Dus als je in bed ligt en je gaat dopamine lopen bouwen, ik weet niet of dat handig is als je eigenlijk die motivatie nodig hebt, de volgende dag gewoon overdag. Hè, dat kan zijn dat je zoveel dopamine met je mobiele telefoon uh, creëert. Al de, 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 de kleurtjes en geluidjes uh -huh. zijn allemaal helemaal getest, zodat je zoveel mogelijk dopamine krijgt. Dan ga je de volgende dag helemaal niks doen. Het, het antwoord is veel genuanceerder, maar het, het ligt eraan wanneer je die dopamine maakt. Maar als jij opstaat, je neemt een bak koffie. Ik ben niet helemaal een voorstander van koffie. Ik heb het 30 jaar niet gedronken eigenlijk, maar vooruit. Ik ben het nu aan het testen met, met sporten. Ik drink dan voor 10 uur wel eens een kop koffie. Nou, ik krijg een bak met, uh, uh, met motivatie in mijn flikker ja. om heel veel andere dingen te doen. Ook dat moeilijke telefoontje waar je, waar je misschien uh, geen zin in hebt. Maar dopamine, om een het, om het heel lang verhaal kort te maken, is het motivatiestofje. En dopamine zorgt voor beweging. Van A naar B. Het in beweging zetten en krijgen van mensen. Dus omdat we niet urenlang de tijd hebben om het uit te leggen, wil ik iedereen die luistert motiveren om je studie over dopamine te doen. Het is helemaal niet ingewikkeld, maar je dopamine zorgt ervoor dat je in actie komt. En als jij ochtends vroeg een bak met licht op je toeter zet, heb je gewoon meer dopamine de rest van de dag. Waardoor je veel gemotiveerder bent. Als jij dus in bed blijft liggen met de gordijnen dicht, zoals je al aangaf, verneuk je dus het dopamine systeem voor een deel. Waardoor je op alle vlakken van je leven die komende uren van die dag minder of niets doet. Dat is toch verschrikkelijk rot dat we dat niet weten. Dus <laughs> het is wel uh, wat we uh, niet weten wat, wat uh, misschien best wel makkelijk is toe te passen. En uh, maar goed, wat je zegt ook, die ontdekking, om eens daar wat meer over te gaan uh, lezen, over dopamine, over uh, serotonine aanmaken, om wat meer melatonine aanmaken te creëren, om makkelijker in slaap te komen in plaats van ja, bijvoorbeeld eh, aan pillen te rijpen om in slaap te komen. Dat we best wel veel zelf al kunnen doen. Maar soms is er ook gewoon net even diegene nodig om tegen jou te zeggen van begin hier eens mee. Ja, nee, en, ja en be precies, begin daar eens mee. En begin, maar ook... Er zijn honderdduizenden opties, maar doe dat eens. Ja. ja, je wil in beweging komen. Dat is het uiteindelijk ook. En ik heb denk ik wel veel mensen gehad die ik in het begin coach, die zeggen: Ja, maar dit is, dit, als ik dit moet doen, dan, uh, dan stort mijn leven in. Of als ja, weet je, ik, ik ben niet. Uh, wat jij doet, dat kan ik niet. Terwijl dat ook helemaal niet de bedoeling is, maar ze gaan heel snel vergelijken met iets waardoor ze weer terugkruipen in de comfortzone ja. om niet te hoeven veranderen. En het belangrijkste is ook, ja, je kan mij als voorbeeld gebruiken, maar gebruik vooral je eigen voorbeelden um, en maak kleine stapjes die uiteindelijk weer dat grotere geheel vormen. Want dat is de enige manier waarop iets kan volhouden. Ja, kan 300 ik, gaan absoluut. rijden op de snelweg gaat een paar, een paar keer goed, maar het gaat snel mis. Absoluut. Ik heb um, heel veel uh, baat en steun en advies eigenlijk uh, krijg ik van. van van, van mensen, maar specifiek voor mijn lichaam. Van, van twee mensen. Dat is Marielle, Marielle van S, die, die geeft mij handige tips over hoe, hoe het lichaam werkt. En ik ben mijn lichaam aan het bouwen, want ik ga iets extreems doen volgend jaar. En, en ik werk met een marinier, Mike Dekker. Ja, jij gaat de Navy SEAL training afleggen. Ja, de toegangseisen eigenlijk. Maar ik ga de, alle toegangseisen van alle politietesten in Nederland, en alle militaire testen van Nederland. Uh, en de Navy seals test ga, ga ik inderdaad doen. En dat, dat is heftig, want ik heb eigenlijk nooit. Uh, ik ben altijd goed met mijn lichaam omgegaan, maar ik heb me nooit extreem getraind. Dus ik ben nu aan het trainen om dat te doen. Dus ik heb mensen gevraagd. Van ja, help me uh, mee. En, en die mensen die helpen mij daarmee, omdat de ene heel veel kennis van het lichaam heeft en de ander heel veel over endurance. Die, uh, uh, Mike Dekker is een, een marinier. Ja, die en die is ook op uh, uitzending geweest. Dus die weet dus hoe, 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 hoe ik het extreme uit mijn lichaam haal. Ja. En hij zegt precies hetzelfde als jij zegt. Uh, dus, dus ik heb van hem geleerd om achteruit te tellen. Dus als je jezelf tien keer wilt opdrukken, tel dan niet van één tot tien, tel van tien tot één. Um, en dan om je mentale sterk te krijgen, moet je bij één getal stiekem een paar keer blijven hangen. Dus dan telt hij af, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7 en ik mag pompen, 6, 5, 4, 3, 2 dan denk ik, dan ben ik er bijna, 2, 2, 2 en uiteindelijk heb ik het een keer opgedrukt. Dus zo hou je, maar dat kun je ook alleen doen, zo hou je jezelf voor de gek, uh, positief voor de gek. En dat heeft ook alles te maken met, uh, met dopamine. Want dopamine gaat omhoog als je bijna je einddoel hebt bereikt. Maar zo heb ik ook uitgedokterd dat, dat als jij sport, dat je als je je focust, met je focus zicht. Dus niet perifere om je heen kijken, maar heel erg focust. En topsporters, vooral Olympische sporters, doen dat door een witte cirkel te projecteren. Op bijvoorbeeld de weg waar ze lopen. Hè, dan, dan gaan ze zich focussen op die witte cirkels. Een denkbeeldige cirkel. Uh, maar dat kan ik hier ook doen. Dan, dan is de pijn 17% minder. En je performance 24% beter. In één keer. Waar ik het net al over had, die 15%, Ja, hè? En dit is, dit is wetenschap. En dit wordt al jaren bewezen het is door. Gewoon een witte cirkel projecteren. Zo een soort witte lamp daar ja, in het, het zit. Hem, is. Ja, 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 het zit hem niet in de lamp. Het zit hem niet in het wit. Waar het hem in zit is dat je een narrow focus krijgt. Een hele nauwe focus. Dus als ik naar jou kijk, kan ik naar je gezicht kijken. Ik kan alleen naar je neus kijken. Of ik kan de, jouw crew uh, zien zitten. En als ik je crew zie zitten op dit moment, terwijl ik toch naar jou kijk, is het perifere zicht, dan gaat je sportprestatie omlaag. Ja. Maar als ik naar, jou, naar jouw neus kijk en ik, ik ga zo inzoomen dat, dat de wereld om me heen verdwijnt, ja. dan gaat mijn performance 25% omhoog. Dat heb ik dus gedaan. En in één keer. Hm. Alles wat ik deed, ging gewoon makkelijker en beter. Van de een op de andere keer. Bizar. Ja, maar dat is toch mooi. En, ja. die, en die dingen, dat, dat, dat is uiteindelijk uh, um, uh, het samengevat wat ik, wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen, om die eeuwenoude kennis en ook die nieuwe wetenschap zo handzaam te maken, zo simpel te maken, dat we allemaal een beter leven kunnen maken. En we hebben dat wel een beetje nodig, die hulp. Want er wordt steeds meer van ons gevraagd. Man. Zeker. We leven in een totaal. Bizarre, rare wereld. Waar crisis op crisis komt. De komende tien jaar worden rough. We see nothing yet in goed Nederlands. Je ziet nu al crisis op crisis komen. Het wordt alleen maar erger. Dus ik denk, uh, ik denk dat het gewoon cool is dat we met dit soort kennis uh, onszelf als mens verbeteren. Hoe moeilijk dat soms ook is. Daarom vind ik het mooi wat je doet. Want je, wat jij doet is via het lichaam en de geest. Mm -hmm. En ik zit eigenlijk op de geest en wat tips voor het lichaam. Maar, maar dat zijn meer de tips van, van gezondheid. En jij hebt daar ook nog de, de uithoudingsmogen fitheid bij. En, en, en de body shaping en building. Dus, uh, dat is mooi. Je maakt mensen niet slechter als ze bij je komen. Dat, je uh, maakt ze beter. dat zou niet goed zijn nee. als ik uh, dan krijg ik een paar één sterren recensie op mijn Google pagina is uh, niet uh, niet ideaal. Nee. nee maar dat is toch mooi dat, dat, dat is heel mooi. Dat, ik denk dat dat uh, ja weet je een, een roeping is die ik uh, gelukkig en heel dankbaar voor ben ook uh, op mijn pad heb gekregen. Uh, vijf jaar courier en uh, opleidingen niet afgemaakt en uh, ja goed een bewogen jeugd laat ik het maar even zo noemen. Er uh, gebeurde wat. Uh, ja er gebeurde <laughs> heel veel en, en uiteindelijk uh, zat ik elke dag al in de sportschool om de, op de plek waar ik uiteindelijk dan uh, ja, mijn dromen uh, zou najagen, mijn uh, roeping in het leven, deels, misschien grotendeels, uh, zou vinden, of eigenlijk wakker zou worden, en dacht: van, Ik zit elke dag in de sportschool, misschien moet ik er wat mee gaan doen. Maar goed, dat is heel mooi. En, en wat jij doet is ook heel mooi. Ik denk dat, ja, dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat diegene heel mooi vindt om het leven veel waardevoller te maken, voordat het zometeen of te laat is of voorbij is. Ja, ik denk dat ons. Ik, het zijn niet mijn woorden, maar ons geboorterecht is, is om gelukkig te zijn. Ja, en daarbij ook wat je ja. zei, ja dat, sorry dat ik je met een mooie aanvulling erop is, is door gelukkig te zijn en te beseffen, is dat je dus niet altijd gelukkig kan zijn. Nee, dat lukt niet. En dat accepteren, nou, dan ben je al een heel eind. Af en toe gelukkig zou wel heel top zijn. Ja, en doen wat je ja. leuk vindt, fijne mensen om je heen, zorg voor je gezondheid, alsof het hè, uh, niet uh, te koop is. Want volgens mij is dat nog steeds niet zo. En ja, ik denk dat dat een hele mooie is. Wat, 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 waar ik nog op terug wilde komen. Um, tenzij jij hier nog wat op wilde aanvullen. Uh, was wat je aangaf. Je hebt natuurlijk twee geheimen uh, om erachter te komen. wat jouw roeping is in het leven. Nou, dan komen we eigenlijk weer mooi terug bij dat stukje. Meditatie heb je benoemd. Jij is ook een liter uh, ayahuasca-thee. Ja, dat gaat wat sneller. Dat gaat wat sneller. Dat scheelt 25 jaar. Ja. ja, dat is ook het stukje richting. Uh, nou goed, je roeping vinden waar we dan nu uh, bij aangekomen zijn. Uh, maar ook het spirituele stukje, want ik denk dat dat wel in die categorie valt. Mm -hmm. Zit u dan goed? Uh, ja, de het kan, ja, twijfelende ja's, maar dat, dat, je weet wat ik daarmee bedoel. Mm -hmm. Spir spiritualiteit is een woord. Ja. Spir spiritueel is een woord. Uh, dus maar net welke lading die aangeeft. aangeeft. Uh, mijn lading van spiritualiteit heeft niets met godsdiensten te maken, maar heeft alles te maken met energie. Hoge bewustzijn? Hoge bewustzijn. Eigenlijk al die dingen die je niet kan vastpakken, zeg maar. En wat, wat is dat eigenlijk dan? Hè? Spiritualiteit ook? Want mensen zullen zoiets hebben van, pof, er komt er weer een aan. Dat zweverige gelul, om het even ja. plat te zeggen. Ja. Maar wat is het en wat, uh, wat betekent het voor jou? Voor mij is spiritualiteit dat alles energie en frequentie is. Ik noem het wel eens de grote kwantumfysische soep. Disclaimer. Ik weet niet waarom we hier zijn en ik weet niet waar we vandaan komen. En wat, wat bedoel je met quantum soep? Hè? Quantum Alles. fysica, dat heb je vaker benoemd. Wat kun je dat toelichten? Je hebt een molecuul. En meerdere <tus> moleculen bij elkaar maakt uiteindelijk uh, die plopkap op de microfoon. Als we die plopkap in stukjes gaan hakken, dan komen we uiteindelijk op losse moleculen terecht. Als we dat, daarvan één molecuul pakken en we gaan dan in stukjes hakken, dan komen we op atomen als we het atoom in stukjes gaan hakken dan komen we op neutronen, protonen, quarks, superstrings, Higgsdeeltjes, elektronen, de works. En als we dat weer in stukjes hakken komen we bij pure frequentie. Met andere woorden, deze stoel die ik nu aanraak, raak ik niet aan, want als ik hem zou aanraken zou er een nucleaire explosie ontstaan waarbij Maarsen weg zou zijn. Alles wat wij denken dat vast is, is niks anders als je het in kleine stukjes hakt frequentie en energie. Dat vind ik best wel moeilijk om te bevatten. Maar stel je voor, je hebt duizend Lego blokjes van die rode, die allemaal hetzelfde zijn. En ik geef jou een zak met duizend Lego blokjes. En ik geef mezelf duizend Lego blokjes. En jouw crewmembers ook allemaal duizend. Lego blokjes En dan zeg ik tegen jou: bouw auto, bouw vliegtuig. Bouw huis. Bouw scooter. Dan zien wij dus, als het goed is, vier verschillende voorwerpen die uit exact dezelfde grondstof zijn gebouwd. Duizend Lego blokjes. En zo zit de hele natuur in elkaar die wij kunnen zien en kunnen voelen en kunnen horen. Wat wij zien is niets anders dan een willekeurige. Of voor mij paard een gestructureerde. Hoeveelheid van atomen bij elkaar. En na een tijdje flikkert alles eruit elkaar en dan wordt, wordt van het pulver van deze stoel wordt misschien wel een auto gemaakt. Huh. Of, of dan een, 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 een ruimteschip. I don't know. Met andere woorden, je hoeft niet heel veel van de van natuurkunde te weten, om te weten dat als je alles in kleine stukjes hakt, dat alles uit dezelfde stof bestaat. En als je dan nog wat verder hakt, dan kom je op frequenties. En dat is voor mij spiritualiteit. Jij en ik bestaan uit dezelfde Lego-blokjes. Deze stoel bestaat uit dezelfde Lego-blokjes. En die zijn ook nog eens allemaal met elkaar verbonden. Maar kun je je voorstellen ook, als ik dit zo ook hoor, dan, dan... Ik snap wat je bedoelt, maar ook weer niet helemaal wat dat, wat dat nou echt inhoudt. Wat houdt dat dan precies in? Dat die stoel van ja, dezelfde nou, dus stof is gemaakt ik, als wij. Ik, ik, begin, ik begin met het eerlijke directe antwoord. <laughs> ik ook niet. Nee, nee. Ik snap er ook geen fuck van. Maar als je de wetenschap volgt mm -hmm. en je duikt, je duikt in, 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 de, in de leer van de kleine deeltjes, en dan kom je bij kwantumfysica uit, dan, dan, dan bestaat eigenlijk het hele universum uit de hoog vibrerende, dat noem ik die kwantumsoep of zo, hoog vibrerende mm -hmm. uh, ja, vibraties. En als, als dan vibraties een beetje compacter zijn of wat langzamer zijn, dan denken wij dat het een vaste stof is. Dus dat, dat houdt in dat katoen, uh, of ik weet niet waar deze stoel van gemaakt is, in ieder geval hout zit hierin. Daar zit energie in. Eigenlijk is het allemaal gebouwd uit dezelfde atoompjes, stofjes. En als je dat in stukjes hakt, blijkt het niet eens een, een vast iets te zijn, maar is het een frequentie. Nou. Wat heb je nou praktisch aan? Nou, wat je hier praktisch aan hebt, ik zal voor mezelf spreken, is dat ik in telepathie geloof. Telepathie is dus, volgens Wikipedia, dat ik jouw gedachtes lees en jij leest mijn gedachtes. Ik kan nu jouw gedachtes niet lezen, want ik heb geen telepathische aanleg. Hm. Maar ik denk dat iedereen die luistert, en wij ook wel eens hebben meegemaakt, dat je gewoon een gedachte van iemand oppikt en dat je ergens over begint en die ander zegt, dat meen je niet, daar zat ik net aan te denken. En er zijn moeders die, 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 die voelen dat hun kind, die op, op reis in Australië is. en een auto-ongeluk heeft. Hè, met al dat tijdverschil. dat ze s'nachts wakker schiet en, en denkt: er is iets met mijn kind aan de hand. Dus er zijn legio van voorbeelden. van dat wij met elkaar verbonden zijn. op een of andere manier, zonder dat we dat kunnen zien. Ja, dat dus is wat tastbaar. denk ik voor de meeste mensen wat tastbaarder voorbeeld. dat iedereen wel een keer een onverklaarbare. Situatie heeft gehad. Ja, wat kennis dan? of zo. Ja. Of dat je denkt, van, er gaat iets gebeuren. Ik moet nou echt niet rechts maar links af. Maar ik vond dat echt heel moeilijk uh, toen ik wat jonger was om daarmee om te gaan. Want ik, ik ben opgevoed met eerstzinnig dus geloven, wetenschappen. Je moet het vast kunnen pakken. Ja. Maar toen kwam ik achter het volgende. En dat heeft mijn leven totaal veranderd. Uh, weet je wat een potentiometer is? Een potmeter? Ja. Ja, een potentiometer is. is daar zit een formule onder V is I-mal R, V is voltage, I is stroom en R is resistance, weerstand. Een potmeter is dat ding thuis waar jij aan draait dat je de lichtdimmer hebt. Dat je licht fel kan zetten of minder fel oh ja. kan zetten. Iemand zei ooit tegen mij, Anatol, stel je voor, je hebt een bril op met een potmeter, een potentiometer. En die kun je zo draaien dat jouw bril alle frequenties die ultraviolet zijn, zo veranderen dat ze zichtbaar worden. Of dat je naar infrarood kan draaien, dat je in één keer de hele wereld van infrarood ziet. Ja, tegenwoordig hebben we camera's. Je kunt gewoon ja. voor een paar tientjes met infrarood camera. Nou, dat is echt leuk om op een groep met mensen te zitten. Want je ziet precies welke vent welke vrouw leuk vindt. Think about it. <laughs> en vice versa. Maar dat is dus een wereld die wel bestaat. Dus terwijl jij en ik nu met elkaar aan het praten zijn, gaan er honderden mobiele telefoongespreken dwars door ons heen. Tientallen wifi-netwerken zijn hier aanwezig. Dus als ik een apparaatje kan hebben... en dat heb ik, dat heet laptop met wifi-adapter... kan ik dus uit de lucht hier, iets wat jij en ik niet kunnen zien... kan ik dus zien wat de telefoons nu aan het bekijken zijn. Of met wat hack skills kan ik ook gewoon bij wijze van spreken zien... naar welke website je kijkt... terwijl ik gewoon met een antenne bij jou in de straat sta. Dat zie je dus niet... Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. En hoe kan die wifi-straling dan van mij naar jou komen? Dan moet er toch iets zijn. Ja, maar dan moet je het vacuüm zuigen. Vacuum betekent dat je alle lucht eruit haalt. En dat wij in het luchtledige zitten. Maar dan nog kunnen die wifi-stralen naar jou komen. Want we communiceren nu ook met de Mars-zonde die foto's aan het maken is daar. Dus blijkbaar is er een medium of is er een, 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 een transportmiddel vroeger noemden ze dat eter, in de eter, is, dus, is er dus heel veel aanwezig, terwijl we denken dat er niks is, is. Dat er niks is. En dat zorgt ervoor dat al die straling kan gaan. Nou, even praktisch, wat heb je hier nou aan? Alles is met alles verbonden. Dat is niet zweverig, dat is een keihard natuurkundige inzicht. Jij en ik zijn met elkaar verbonden. En dan hoeven we helemaal niet elkaar te knuffelen, want als jij naar uh, Nieuw-Zeeland op vakantie gaat, zijn we nog steeds verbonden. Maar als dat waar is, en volgens de wetenschap is dat waar, dan zijn wij dus ook verbonden met de materie. En de stoel waar jij en ik op zitten, die was er vroeger niet. Die is ooit in een gedachte van een persoon gekomen. Die persoon heeft het waarschijnlijk tegen meerdere personen verteld. En uiteindelijk zijn ze een stoel gaan maken en daar zitten wij nu in. Dus alles, ik vat nu even de hele personal development van Spirit Tijd samen. Ja. Een paar minuten en dan zijn we helemaal rond. Dus alles wordt twee keer gecreëerd minimaal. Eerst in de gedachte en dan in het echt. En als alles dus met alles verbonden is en wij hebben ook nog een brein, waarvan een onderdeel bijvoorbeeld de pijnapplakleer is, een onderdeeltje in je brein, het derde oog, een soort radiozender en ontvanger is, die kan intunen op dingen die wij niet kunnen zien, maar die er wel zijn, dan beginnen, als dit waar is wat ik zeg, en volgens de wetenschap is het waar, dan beginnen in één keer heel veel dingen logisch te zijn. Daar staan wij niet mee in verbinding. Hè? Want het is een, een chakra, volgens mij. Ik weet niet welk chakra dat is, maar uh, waar mensen niet mee in verbinding staan, volgens mij, omdat wij. Dat is ook iets wat tijdens meditatie wat meer wordt aangesproken, toch? Nou maak jij het zweverig, knipoog. <laughs> ik probeer het heel, ja, heel erg uit. te Nee, nee, uh, niet. Sorry. Nee, ja. eens. Chakra's zijn hele coole dingen. We hebben er een paar duizend en zeven hoofdchakra's en uh, dat kruinchakra hierboven. En het, zeg maar, de derde oogchakra... Um, dat zijn dan specifieke plekken waar energie wordt gegeven en wordt gehaald. Maar nog heel even terug naar die wetenschap. Alles is dus een soort frequentie. Dus als wij ergens op kunnen intunen, kan ik dus nu Radio 538 horen. Ik ga naar mijn auto, ik zet hem op 538 en ik ontvang het. Maar dat je het niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is. Als we nou naar de goal setting gaan, van, uh, van hoe krijg je nou uh, met visualisatie dingen voor elkaar en hoe werkt dat? Nou. Dat wilde ik vooral wel eens weten. Want ik heb heel veel in mijn leven bereikt, uh, gemanifesteerd zeg maar. En nog steeds de meest bizarre dingen krijg ik voor elkaar met visualisatie en hard werken. Maar met deze kennis dat alles met alles verbonden is en alles een hoog vibrerend energieveld is, is het niet meer zo moeilijk om te bedenken. Want als jij een bepaalde gedachte hebt, bijvoorbeeld je wil heel graag op vakantie een keer naar Mexico. En je hebt nu niet de centjes. En je visualiseert heel sterk in je gedachten dat je in Mexico aan het rondlopen bent met een datum erboven, dan gaan er allerlei moleculen in je brein bewegen... om die gedachten te kunnen creëren. Eens? Daar is niks zweverigs aan. Dat is gewoon, ja, het zijn de moleculen in je hoofd die, die bewegen. En die bepaalde moleculen bepaalden dat je een beeld van Mexico maakt. Maar elke molecuul bestaat uit atomen. En elk atoom heeft een energieveld. Dus door jouw gedachten op Mexico te zetten... Komt, komen de moleculen zodanig in je hoofd dat je Mexico kan zien in je gedachten, maar krijg je ook een bepaalde Mexico-frequentie? Of een frequentie van een auto die je wil hebben, of een mooie relatie die je wil hebben, of gezondheid dat je, of dat je breder wil zijn, of, of meer conditie hebt. Als je dat visualiseert, vibreert dat om je heen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat en de wetenschap deel, ook. Een deel van je resultaat behalen gebeurt dus door het manifesteren van je doelen. Ja, want je denkt aan iets. En dat zend je eigenlijk, zonder dat je het kan zien, zend je dat uit. En in de natuurkunde geldt dan ook weer iets, dat de frequenties die hetzelfde zijn met elkaar gaan resoneren. Die versterken elkaar. Ik zeg het heel simplistisch. Uh, zo eenvoudig mogelijk. Maar dat betekent dus echt, als je echt aan je doel denkt, en je doet dat vaak, dan zend je dat uit, en beginnen er energieën om je heen zich daar ook naar te bewegen. Of ga je dingen aantrekken of de juiste dingen afstoten? Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat, dat, in Delft op de universiteit hebben ze prachtige kwantumfysische onderzoeken. Joh, waar, 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 waar ze de meest aparte dingen al kunnen. Ja, en het is, het is het spiritueel uh, onderdeel waar we het nu over hebben. Maar er is ook heel veel in de wetenschap al aangetoond. En vooral <laughs> de dingen die je dan, dan aangeeft. Um, maar ik denk ook wel een goede... Reminder voor mensen die dan heel positief in het leven staan, maar ook zeker voor mensen die heel negatief zijn. Die hoor je veel, die zie je veel, die veel nieuws kijken, die continu negatief over zichzelf praten, over anderen. Die trekken dat misschien ook dan, da ja. dan meer aan. Bedoeld. Ik geloof dat wel dat dat zo is. Ja, ook, nee, uh, dat dit, je dat krijgt eigenlijk. ook wat je aantrekt of waar je in ieder geval uh, aan denkt. Ja, zeker, zeker als je er vaker op denkt. Daar, daar waar je focus aan geeft groeit. He. Dat vond ik dus vroeger spiritueel en vaag. Maar voor mij bestaat eigenlijk spiritualiteit tegenwoordig uit pure skills en wetenschap. Ik durf het, en daar wil ik niemand mee beledigen, maar ik durf het nog wat harder te zeggen. Mensen die nog twijfelen bijvoorbeeld aan aura's, mm -hmm. of mensen die twijfelen aan. En wat is een aura precies? Ja, dat is, vorige uh, keer ja, al dat is een definitie. En, 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 het is maar net hoe je definieert. Het is gewoon een energieveld buiten je lichaam. En zie waar te nemen of is dat iets wat je alleen kan voelen? Of hoe zeg zeggen dat? Uh, misschien niet eens nou, met kijk, zintuigen waar te nemen. Om, om het, onze zintuigen kunnen dat in principe niet waarnemen. Omdat onze zintuigen een bepaalde brandbreedte hebben. Maar nog even over die, die spiritualiteit. Ik heb medelijden. En dat bedoel ik zo positief mogelijk. Ik heb medelijden met mensen die nog twijfelen aan energiefilmen. Die hebben gewoon geen natuurkunde op school gehad. Want elk atoom heeft een. Energetisch veld. Dus als jij helemaal uit atomen bestaat, sorry dat ik iets te gepassioneerd ben misschien. Geef maar, niet, dat is alleen maar mooi. Dat is vak. Jij bestaat helemaal uit moleculen, ik ook. Koekoek, koek. dan heb je dus een energieveld. Koekoek, koek, aura. Dan gaan mensen zeggen: ja, maar aura, dat is vaag. Nou, ik zou bijna medelijden gaan krijgen met mensen, omdat ze gewoon niet een, een soort natuurkundige basiskennis hebben. Dat mag ik niet hebben, en, uh, mag ik niet van uitgaan en ik. Ik ben daar mm -hmm. misschien wel iets te gepassioneerd over. Omdat er te veel mensen gewoon in een hele simpele wereld leven waar ze niet blij zijn. Terwijl de wereld veel mooier kan zijn als je je openstelt voor dit soort dingen. Want je kunt gewoon echt dingen manifesteren en creëren. Lekker, dat is het mooiste ook daaraan. Hè. Dus wat je ook zegt. Oh, ik denk niet dat het beledigend is als mensen het niet zo ervaren. Dat ligt ook aan de zeker. perceptie. Zo bedoel ik het ook zeker niet. Maar er zit ook weer een boodschap achter. Dus er zit ook een, een, een helpend iets achter, Helpende, of ja, en... Alles is energie. Dus, dus als jij inderdaad negatief denkt, omdat je heel veel naar het nieuws kijkt en luistert. En nieuws verkoopt het beste als het negatief is. Je stopt eerder bij een ongeluk uh, langs de weg dan als er, uh, als er twee mensen uh, blij staan te springen omdat ze de eerste paardenbloem die paars is ja. hebben gevonden. Dus, dus negatief trekt meer. Dus voordat je het weet, garbage in, garbage out. Dus als je negatief denkt, ja, dan, 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 dan gaan je moleculen zeg maar, in je hoofd anders bewegen. Zo denk ik dan maar simplistisch. Dan krijg je een ander energieveld om je heen en trek je meer shit aan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus als jij positiever in het in positief denkt, heb ik een bloedhekel aan, want dat werkt niet. Dat, nee, denk, wat je zei, iedere voorbeelden ook. Iemand die uh, auto-ongeluk heeft gehad, was. Ja, 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 leuk. Denk, denk maar ja. positief. Ja, nee, maar überhaupt positief denken, let, let op daarmee, want positief denken zorgt voor demotivatie. Ja, dat is een interessante. Dat we het laatst ook. Wetenschappelijk. Dus, wetenschappelijk dus, zien, dus dan, dan moet je ook, vooral niet weer de positie Er zat ook het stukje waar we het over hadden: van um, ja, je doelen hardop uitspreken? Oh ja, ja, dat is ook een mooie. Dat, dat is ook een, ook... een mooie brug, denk ik. Hè? Ja, als je je doelen uh, hardop uitspreekt, hebben wetenschappers gemeten dat de kans vele malen kleiner is dat je het behaalt? Omdat je brein. Als je dingen uitloopt te spreken, eigenlijk al denkt dat hij het bereikt heeft. En die krijgt hij genoeg doen als ik tegen jou zeg, ja man, ik ga de Navy SEALs training doen. Dan zeg je, oh, dat is gaaf, van een tol. En ik voel me helemaal goed erbij. Ik denk, oh, ik heb het hem verteld, hij vindt het cool. Dat is meestal de reactie als je, als je in ieder geval als je een positieve reactie iemand krijgt. Dus je begint je goed te voelen. Dus mijn brein denkt, oh ja, maar ik heb het doel eigenlijk al bereikt. Ik hoef hem niet verder te bereiken, want ik voel me al goed. Um, als jij een doel hebt. Is de kans dat je het bereikt groter als je tegen niemand zegt. Dat is het tegenovergestelde van wat ik dacht en wat ik jarenlang mensen heb getraind. Ja. Maak maar een publiek commitment. Vertel iedereen maar dat je stopt met roken. Ik heb niet anders gedaan en, en veel ook daardoor bereikt. Maar. Zeker. Maar er is een Ferrari. Je hebt hem bereikt op de Mercedes manier, zoals ik het ook heb gedaan. Maar vanuit de wetenschap weten we nu dat er een Lamborghini Ferrari versie is. Vertel niemand je doelen. Hoogstens één of twee mensen die je intiem zijn, dus je partner bijvoorbeeld thuis, maar, maar vertel mensen niet je doelen, want de kans dat je die doelen bereikt wordt aanzienlijk kleiner. En dat is ook een soort kruistocht uh, die ik aan het voeren ben tegen mezelf, uh, ook al een beetje tegen mijn vakgebied. Er zijn heel veel dingen die wij hebben verkondigd binnen persoonlijke ontwikkeling die niet kloppen wetenschappelijk. En uh, ik wil dat gewoon rechtzetten. En uh, niet op de barricade, maar gewoon door educatie. Ja. Dus ik leer mensen om niet hun doelen uit te spreken. Ja. Zoals lastig. Is hartstikke <laughs> lastig, ja. Ik denk aan mijn eigen. Ik heb het ook net zitten doen. <laughs> ja, ja, precies. Oh, ja. <laughs> Navy Seals, ja. Ja, ja, nou ja, dat... ja, maar het is wel interessant, maar ook vooral ook om ervoor open te staan. Wat ik ook wel mooi vind. Ja, ja, je bepaalde dingen heb je geroepen. Daar kom je op terug. Blijkt dat het niet zo is. Nou goed, en dan gaan we het op een andere manier weer doen. En daar gaan we het nu mee doen. En dat is, en dat, dat is, dat is, dat is heel reeks. mooi. Het is wel moeilijk hoor, soms. Ja, en ik denk ook wel vooral ook om, omdat we dingen toegeven... Ja. en daarbij, daarbij nog steeds een hele goede coach kunnen zijn. Ja, dat, dat is gewoon heel normaal, alleen... Zo moeilijk, hoor. Perfectie is toch wel iets fijns om na te streven... Ja. maar niet iets wat, denk ik, op lange termijn haalbaar is. Nee, nee. Maar ik ben, ik ben voornamelijk erachter gekomen dat ik een mens ben. Nou, ja, maar kun je dat wat meer omschrijven? Wat, ja, vroeger dat... dacht ik dat ik uh, coach was. Ja, ja, ja. Maar het is... Het is, een, het is, het is een, het is niks anders dan een titeltje dat je wel nodig hebt om over te brengen, snel wat, wat je doet. Ja. Maar ik ben gewoon een mens, ik weet gewoon heel veel niet. En, uh, en ik denk dat het ook goed is om dat te voelen. Waardoor je gewoon altijd groeit. Mag je een voorbeeld geven over zelfvertrouwen? Zeker, heel graag. Dat, heel, bij de dingen waar wij het over hebben, komt, komt vaak. En dat heb jij en ik hebben waarschijnlijk als mensen ook last van. We hebben vaak te weinig zelfvertrouwen, absoluut. Ook al uh, probeer ik dat goed te verbergen, maar dat is zeker. aan Ja, nou, ik heb een absoluut gebrek aan zelfvertrouwen, al heel lang en dat vind ik helemaal niet erg. En ik ben op zoek gegaan naar, naar zeg maar, de grote thema's bij mensen, hè. dus de grote angsten, hè, de fobieën die mensen hebben. Dan was vaak uh, relaties een issue, zelfvertrouwen een issue, uh, energie. Zo heb je in mijn vak, zeg maar, een top 10. En daar ben ik me op gaan specialiseren, omdat je dan de meeste mensen kan helpen. Omdat je meestal mensen hebt die in die top 10 vallen. Nou, het, 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 zelfvertrouwen was een ding. Toen ben ik gaan uitzoeken hoe dat nou precies zit met zelfvertrouwen. En ik ben achter het volgende gekomen. Toen ik 24 of 25 was, begon ik al mensen te coachen. Of eigenlijk al op mijn 23e. Ik heb een visitekaartje gemaakt met geleend geld. er stond op aan, aan een tokoespet. Zo ook een coach. Dus ik moest wel. Dus ik begon mensen te, te coachen in te trainen. Maar ik kwam al vrij snel toevallig in de buurt van toppers. Uh, die ik niet mocht coachen, maar ik was bij hun in de buurt. En ze hadden allemaal geen zelfvertrouwen. Echt, echte toppers waren dat. Toppers in welke zin? Oh, Topsporters heb ik gezien, toppolitici, top, -politici, top uh, mensen uit het bedrijfsleven, maar, maar geen zelfvertrouwen. Dus ik dacht, hé, er ging ik een gesprek met hun aan. Ging ze interviewen waarom ze waren, wie ze waren en wat ze dan. En, en ze gaven allemaal toe dat ze weinig zelfvertrouwen. Dus ik denk, hé. Wat heb ik uh, ontdekt? En waarschijnlijk helemaal bij elkaar ge, 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 gesprokkeld van andere mensen. Maar ik, ik heb ontdekt dat je in het leven weinig zelfvertrouwen nodig hebt. Om? Om iets te bereiken. Uitleg. Dan geef ik even drie nieuwe definities. De eerste definitie is eigenwaarde. Eigenwaarde betekent dat je van jezelf houdt. Je eigenwaarde moet hoog zijn. Heel belangrijk heel belangrijk anders heb je gewoon een rukleven en een ander ook. Dan heb je onzekerheid. En zekerheid. Je zekerheid moet hoog zijn in je leven. En wat is zekerheid? Zekerheid betekent in deze zeker zijn van je skills. Ik ben heel erg zeker over mijn skills. En ik ben er heel erg zeker van dat ik dingen nog kan bijleren. Dus je eigen waarde en je zekerheid, zelfverzekerdheid, die moet er hoog zijn. Maar je zelfvertrouwen moet laag zijn. Want als je zelfvertrouwen hoog is, even de definitie van zelfvertrouwen: zelfvertrouwen is, is vanaf nu de zekerheid over het bereiken van een doel in de toekomst. Dus als ik nu een goede podcast met jou wil doen, dan ben ik daar ja, niet echt super. Daar heb ik niet veel zelf, of, uh, zelfvertrouwen over. Waarom niet? Ik kan niet. Ik kan niet inschatten wat de impact is van deze podcast. Misschien vinden heel veel mensen het niks. Misschien heb ik veel bullshit gepraat. Of ik kan het niet inschatten. Dus ik heb heel weinig zelfvertrouwen over de uitkomst van deze, van deze podcast. Mijn zelfverzekerdheid is hoog. Mijn eigenwaarde is ook hoog. Ik hou van mezelf en ik heb een goede skillset. En ik leer elke dag nog bij. Maar ik kan niet voorspellen wat mijn actie als resultaat geeft. Dat is zelfvertrouwen. Dat is laag. Het voordeel van een laag zelfvertrouwen is... Dat je wil bijleren. Dus als je je eigen waarde vergroot en je zelfverzekerdheid, je meer vaardigheden krijgt, dan hoef je geen zelfvertrouwen te hebben. En als jij mij vraagt, wat hebben nou al die mensen die je ooit hebt gecoacht met elkaar gemeen, de toppers, dan zeg ik, ze hadden veel eigen waarde, veel zelfverzekerdheid, maar verrekte weinig zelfvertrouwen. Mix om heel succesvol te worden, ja. Want bij zelfvertrouwen zou je dus precies weten dat deze actie het gewenste resultaat geeft, en dat weten ze nooit. Is dat dan niet eigenlijk meer arrogantie op een, op een misschien niet hele negatieve als manier? als je een hoge zelfvertrouwen hebt, dan ben je niet leergierig en ben je arrogant binnen deze definitie. Ja, ja, ja. Het hoeft niet per se heel negatief te zijn, maar het brengt je niet heel veel nee, door heel nee. veel zelfvertrouwen te hebben. Nee. Dat, nee. dat doet niet heel veel. Nee, nee. je moet juist werken in je, in je leven aan je eigen waarde en zelfverzekerdheid, maar niet aan je, aan je zelfvertrouwen. Even twee hints hoe je aan je eigen waarde en zelfzekerheid bouwt. Zelfzekerheid had ik al gezegd: vaardigheden bijleren. Ja. Elke dag weer. Meer. Beter. Betere vaardigheden. Eigenwaarde is heel simpel om uh, te bouwen. Eigenwaarde is, is het gevoel dat je over jezelf hebt, hè, of je wel of niet van jezelf houdt. Je gaat meer van jezelf houden als je afspraken met jezelf hebt gemaakt. En die ook nakomt. Maar wat doen de meeste mensen verkeerd? Die maken heel veel afspraken met zichzelf. En hele moeilijke afspraken waar ze zich niet aan kunnen houden. Eigenwaarde is een chemisch stofje. Als jij nu zegt, ik eet vanavond spinazie à la crème en je gaat andijvie eten, dan kunnen wij nu al aan gaan tonen dat die stof eigenwaarde gaat zakken bij jou. Als jij zegt: Ik ga vanavond voor elf uur naar bed. en je gaat om vijf voor elf naar bed. dan stijgt jouw eigenwaarde. Dus de tip is: maak zo min mogelijk. en zo makkelijk mogelijk afspraken met jezelf. Want dan stijgt je eigenwaarde. En kom ze absoluut na. En kom ze na. Daar begint het mee. Maar ik heb heel weinig afspraken normaal met mezelf. Ik had vandaag in ieder geval de afspraak: ik zorg dat ik bij jou op tijd ben. Ik weet dat me dat lukt. Dat dus geluk, mijn, eigen, ja. Ja, mijn eigenwaarde gaat daardoor omhoog. Maar ik had ook kunnen zeggen: Ik ga de beste podcast maken met hem. Ik ga alles geven wat ik heb. Ik ga super clevere antwoorden geven. En het wordt gewoon top. Dat kan ik niet waarmaken. Want ik, ik blunder door deze podcast heen. Omdat ik geen professionele podcastman uh, 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 ben. Ja, ik, ik, ik probeer een eigen podcast te hebben. Maar nu ben ik aan, ik aan de andere kant. Ik heb wel al een paar keer gedaan. Dus ik blunder er doorheen. Maar ik voel me heel goed over mezelf omdat ik niet die afspraak heb gemaakt dat ik de beste podcast van de wereld ga geven vandaag. Want daar kan ik me niet aan houden. Ik draai misschien een beetje een cirkel, maar zoveel mensen hebben last van het feit dat hun zelfvertrouwen laag is. En ik zeg dus: hou zo. Leer skills, leer van jezelf te houden. Maar niemand met wie ik werk, de top van het Nederlandse bedrijfsleven onder andere, heeft zelfvertrouwen. Want hoe moet je nou dingen kunnen voorspellen als er in één keer denkt iedereen het te weten en er komt twee jaar corona overheen? Ja, maar... Dat had niemand kunnen voorspellen. Slecht voor je zelfvertrouwen. Ja. Wat je wel kan voorspellen, uh, uh, is, is dat als jij vandaag iets extra's leert, kun jij voorspellen dat je daardoor wat beter wordt. Dan gebruik je het goed. Maar, ja, maar heel veel meer kun je niet doen. Komt het over of niet? Ik denk dat de boodschap uh, heel duidelijk is overgekomen. Is, is, uh, denk ook de definitie van bepaalde woorden goed begrijpen. Uh, want mensen zeggen ook, ja, zelfvertrouwen, ja, dan, dan klakkeloos zegt iedereen van ja, dat, dat moet je veel hebben. Ik, ik, of, of ze zeggen dat ze het niet hebben, het is iets slechts. Irritante mensen met zelfvertrouwen. Heel irritant zijn. Ik denk het ook, ja. Ik denk niet dat dat heel fijn is. Dat is ook tegen arrogantie aan. En, en, en zelfverzekerdheid, dat is goed. Uh, zelfverzekerd over je S skills, skills. Die je ja. hebt getraind, waar je hard, over, of hard aan hebt gewerkt. Alleen maar goed. Eigenwaarde. Enorm misschien wat het belangrijkste in het leven. Ja. Vooral in de zoektocht naar gelukkig leven. Ja, ook best wel moeilijk overigens. Absoluut, ja. ja. Je moet eigenlijk gewoon accepteren dat je geen ruk kunt. Ja, en dat je gewoon goed genoeg bent vandaag. Hoe je deze nou, podcast aan het, aan het luisteren ja. bent ook. Hoe je, weet je, hoe je er vandaag ook bij zit, hoe ellendig je dat zelf ook vindt. Het is gewoon goed genoeg. En je, ja. bent, je bent geheid na het luisteren naar deze podcast. Ben je, ben je beter geworden in wat dan ook. Ongetwijfeld. En moet. Vind, de, 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 als, je, als je naar mensen luistert, dat heeft niks met jou en mij te maken. Maar, maar als je naar mensen luistert, dan is er... Ja, sorry voor het cliché, maar er is altijd iets te leren. Absoluut. Al is het alleen al hoe je iets bijvoorbeeld niet zou moeten doen. Ja. Maar dat betekent dus dat je als je de moeite neemt om naar zo'n podcast te luisteren, dat twee mensen die met elkaar praten, dan ben je verbeterd. Absoluut. Het, het is, eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk in Nederland. Nou, nee, goed, echt ook om mensen misschien een beetje wakker te schudden. Stel je voor ook, en mensen zitten in die situatie van: oké, okay, uh, ja, je hebt nog maar een week te leven. En dat, dat hoop je nooit mee te hoeven maken. Uh, dat als het gebeurt, dat het gewoon voorbij is. Maar weet je, mensen moeten toch goed beseffen ook: is dat uh, als ze richting het einde gaan? Of, uh, en dat denk de meeste mensen die deze podcast luisteren nog lang niet zijn. Maar om wakker geschud te worden, vandaag te gaan leven, om het belangrijk te maken om zelf te veranderen. Ja, wat, zou, wat zou dan iets zijn als je echt oh. impact wil maken? Wat zou je tegen diegene zeggen om... Oh, dan heb ik al iets, maar ik heb hem niet zelf verzonnen. En ik weet niet waar het vandaan is. Dus okay. credits naar degene die hem verzonnen heeft. Je gaat naar de gamma of de praxis. Of, waarvan ik zeker weet dat ze het hebben, Ikea. Bij Ikea haal je zo'n... Ik denk dat de Ikea-baas je vergeeft als je het mee naar huis neemt. Haal je zo'n meter. Weet je wat ik bedoel? Volgens mij mag je die gratis meenemen. Zo'n centimeter van ja. papier. Ja, ja een meter is dat, ja. en dat ja. is 100 centimeter die hang je voor jezelf uit Daar ga je naar kijken en dat is ongeveer hoe lang een mens leeft pak een beetje 86 jaar in Nederland knip je er een stukje af hè? ja zeker je hebt het vast <laughs> wel eens een keer gedaan dan knip je je leeftijd eraf en dan, en, en dan blijft er dus iets over dan knip je wat je eraf knipt, is de tijd die je slaapt dus ongeveer een derde moet je dan eraf knippen dan moet je het nog afknippen, zeg maar na je 67, zodat je bijvoorbeeld niet, niet werkt of zo. Of, of mm -hmm. de laatste tien jaar dat je niet gezond bent. En dan hou je zo'n lullig klein stukje over. De meeste mensen houden gewoon een, een klein stukje over. Als je nou 15 bent en luistert, dan ben je gewoon held-heldin. Zeker. You, you are very lucky that you uh, can listen to this. Als je 15 bent. Maar stel voor dat je, dat je gewoon ergens tussen de 30 de, de en de 40 bent. Ga maar eens knippen met dat, met dat fucking uh, metertje. Dan schrik je, je helemaal de tering, joh. Als je dan nog ziet hoe weinig je over hebt. Dat wat, heeft bij mij impact gemaakt. Dat wat heb is dan de les? Want op een gegeven moment, oh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan. Oh, wacht even. Ik beantwoord nu een vraag die ja, 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 ja. ik niet heb gesteld. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik, ik luister, <laughs> ga hem stellen. De coach luistert niet. Oké, okay, kom nee. Dus um, je houdt zo'n lullig stukje over. Even terug naar dat moment. Dat kan een heel, heel deprimerend moment zijn voor sommige mensen. Ja. Je hebt nog een kort strookje te gaan. Ja. Let's go. We gaan er vandaag wat aan doen. Wat ga je dan doen? Wat moet je dan doen? Is, mijn, is, is dat mijn advies of wat ik zou doen? Jouw advies. Jij, ik denk dat jij ja, dat nou, op zich wel doet. Mijn advies... Uh, Jezus, En ik heb mensen zien doodgaan. ook Naasten. Ik ben erbij geweest ook. Ja, ik denk... Uh, ik denk dat het uiteindelijk maar om één ding draait. Of draait het maar om twee dingen in het leven. Het eerste waar het in het leven om draait is vrijheid. Vrijheid in denken. Vrijheid in zijn. En vrijheid in doen. En all the rest is liefde. Dus wat ik mensen dan nog aanraad, als ze niet meer de vrijheid hebben om te kiezen wanneer ze doodgaan, bij wijze van spreken. Dat ze gewoon alle liefde die ze kunnen geven nog aan mensen of kunnen uitspreken, dat ze dat doen. En als ze, als ze nog een maand hebben, dan zou ik, zou ik vooral focussen op uh, zoveel mogelijk mensen die je dierbaar zijn om je heen verzamelen. En daar leuke dingen mee doen. Als je nog een paar jaar te leven hebt, heel veel leuke dingen doen. En als je, zoals de meeste luisteraars, nog enkele tientallen jaren hebt. Op minst, sorry maar. voor de woorden. God, alle Jezus en verdomme. Ga nou eens doen wat je fijn vindt om te doen. Eén, doe leuke dingen. Twee, doe dat nou eens met. Leuke mensen om je heen. Verdikke me, ruim nou is alle sociale contacten shit op. En ga gewoon alleen met die mensen om die jou van je houden. En jij van hun houden. En die je energie geven. Want ze weten donders goed wie jij hebt. Ach jongen, dat, dat, dat weten ze. Je weet ook welke pinde, of je wel of niet pindakaas lust. En als derde tip, zet je in voor een doel dat groter is dan jezelf. Hè, dat kan zijn uh, je kinderen. Dat kan zijn uh, een hondencrash. In mijn geval, in jouw geval, duizenden mensen helpen. Maar zorg dat als je er niet meer bent, dat er iets doorleeft. Hè? Ja, die ene opmerking die ik geef aan die persoon net voor mijn dood, kan iemand meenemen en voor de rest van zijn leven meenemen. En als je nog een paar maanden en een paar jaar te gaan hebt, doe leuke dingen met leuke mensen. Zet je in voor een groter doel dan jezelf. Belangeloos denk voor elke uh, leeftijd, voor, voor hoeveel jaar je nog te gaan hebt, denk ik ook gewoon een, uh, een prachtig advies. Uh, nou goed, je benoemde net ook al een beetje het optreden wat je hebt gegeven. Maar ik denk dat je da je daarin jezelf een beetje tekort hebt gedaan. Ik denk dat het een hele waardevolle. Oh, hier, ja, 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 ja. He, je zei voor het blunderen, maar dat valt reuze mee. Oh, ik hoop ik, uh, het, ik, ik hoop heb het in ieder geval niet uh, opgemerkt. Ik denk de luisteraars zeker ook niet. Dat het voor mij een, uh, ja, echt een hele mooie ervaring is om jou ontmoet te hebben. en ook nog eens een keer in de podcast te mogen hebben. om twee uur lang van een mental coach met 30 jaar ervaring. en ook veel levenservaringen, om daar zo in gesprek mee te gaan. blunder ervaring <lacht> nee, <lacht> absoluut niet. Maar goed, in ieder geval uh, ja, ontzettend veel mooie lessen. Als mensen jou willen vinden, uh, toets gerust even in uh, Anatol Koushpeta. Uh, zeker te vinden natuurlijk in de linkjes. Uh, de naam uh, wordt ook weer even prijsgegeven. Makkelijk te googelen, want niemand heet zo. Nee, dus het is heel makkelijk <laughs> te vinden. Uh, vervolgens ook nog de moeite waard om op uh, New Life University even een kijkje te nemen op de website of op het YouTube-kanaal. Uh, ja, je bent dus ruim actief, maar in ieder geval uh, ontzettend bedankt voor jouw wijze lessen. Voor jouw uh, bijdrage aan de mensheid. In ieder geval namens mijzelf ook. Uh, om jou te mogen ontvangen. Nou, dit is wederzijds, man. Respect voor mensen die de wereld beter maken. Ja, Dank je wel. Wederzijds. Luisteraars, kijkers weer. Uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.